Goedemiddag op Brightlands Campus Greenport Venlo. Ik ben de host van dit webinar dat gaat over marktkansen voor gezonde inhoudstoffen in voeding. Ik sta hier in een prachtige omgeving, normaal gesproken een bruisende community. Nu heb ik tegenover mij, zonder dat ik ze zie, 150 deelnemers aan dit webinar. En dit webinar is een initiatief van het Sustainable Food Initiative. Het Sustainable Food Initiative wordt zo toegelicht door Ivo Ploegsma. Mijn naam is Saskia Goedgeluk en ik wens jullie een fantastische middag toe. Mijn naam is Ivo Ploegsma. Ik werk inmiddels ruim 2 jaar voor het Sustainable Food Initiative. Ik hou me daar bezig met Field Labs met name, wat wij Field Labs noemen. Wat dat precies is, ga ik zo meteen toelichten. Maar het gaat om een stukje valorisatie en praktijk. En daar gaat het webinar vanmiddag over. Het webinar is geïnitieerd vanuit het Food Initiative. Het initiatief dat nou ruim 2 jaar lang geleden is ontstaan. En we kennen allemaal wel de duurzaamheidsopgave waar we wereldwijd mee geconfronteerd zijn en waarmee aan de slag zijn. En de agrofoodsector die kent ook zo haar eigen uitdagingen en doelstellingen daarin. De vraag echter is hoe je dit nou effectief aanpakt. En vanuit het SFI geloven we in een aanpak waarbij je parallel aan de benodigde kennisontwikkeling werkt, maar ook aan de kennisontsluiting om daarmee dan ook volume en impact te kunnen creëren. Een gezamenlijke aanpak dus, waarbij lange termijn onderzoeksprojecten worden gekoppeld aan parallel lopende kennisontsluiting van bestaande kennis, en dat noemen we de valorisatiefase. De beide omgevingen die u ziet, die worden ook nadrukkelijk gekoppeld aan de markt via Living Labs, waarbij de consument centraal staat. Zoals gezegd, een gezamenlijke aanpak. We doen dit uiteraard niet alleen vanuit bedrijfsleven. We zien wel dat meer en meer bedrijven beginnen aan te sluiten. En dat kunnen ze doen als individueel bedrijf. Maar dat kunnen ze ook doen, zeker voor de wat kleinere bedrijven, de MKB-bedrijven, en via de zogenaamde Field Labs. Nou, er is op onze website van alles te vinden over de kennisprojecten, als u daar meer over wil weten. De manier van werken. Vandaag gaat het echter over valorisatie en in het bijzonder over inhoudstoffen en gezondheid. De Brightland Campus Greenport Venlo is één van onze partners binnen het Sustainable Food Initiative en trekt als Field Lab het thema Food Health Ingredients, de gezondheidsagenda daaromheen. En dat is ook de reden waarom wij vandaag hier bij elkaar zijn in dit webinar. We gaan beginnen met het programma. Het gaat niet over organisaties, het gaat voor u als ondernemers ook over de inhoud. En we beginnen het programma eerst met een introductiefilmpje van de Brightland Campus hier in Venlo. Voeding. Het geeft je lichaam energie. Maar de waarde van voeding reikt veel verder. En dat ontdekken we pas net. Zo kunnen de juiste hoeveelheid en samenstelling van voedingsstoffen het gebruik van medicijnen terugdringen of zelfs voorkomen. En het kan de gezondheid van mensen verbeteren. Op Brightlands Campus Greenport Venlo zijn we nieuwsgierig. We zijn gedreven. Samen zoeken we naar de mogelijkheden voor de voeding van morgen. We onderzoeken wat voeding met ons doet, wat we nodig hebben en welke keuzes we moeten maken. We richten onze blik op de toekomst. Hoe kan het slimmer en gezonder? En hoe zorgen we ervoor dat we verspilling minimaliseren? We maken crossovers met andere sectoren. En gaan op zoek naar de antwoorden. Samen. Brightlands Campus Greenport Venlo. Voor gezonde en veilige voeding. Inderdaad, in het filmpje werd het al gezegd, samen is het kernwoord. Samen maken we onderzoek, samen valoriseren we, samen doen we aan innovatie en samen is wat ons bindt. We hebben elkaar nodig, je kan het niet alleen, je moet de experts en de kennis bij elkaar brengen. En in dat licht hebben wij in Limburg 4 campussen die op die manier samenwerken. De verschillende thematieken brengen dit tot uiting in kennis en innovatie en dat maakt ons sterk. Inhoudstoffen is natuurlijk een verbindend thema. Kijk je naar gezonde en veilige voeding, kijk je naar biocirculaire economie, kijk je naar future farming. Uiteindelijk gaat het toch om de inhoudstoffen en hoe kunnen we daar een versterkende waarde uithalen. Bright Recipes for Tomorrow's Food is eigenlijk een letterlijke tekst en tegelijkertijd is het ook een metafoor. Het gaat niet alleen om recepten, het gaat ook hoe je met elkaar samenwerkt. Ook daar zijn recepten voor.
Goed, ik denk dat het programma van vanmiddag heel erg overeenkomt met hoe wij de samenwerking tot gestalte willen brengen. En daarom sluit ik voor wat betreft het Brightlands Campus Greenport Venlo gedeelte de introductie dit deel af. En wil graag met jullie verder gaan naar de toelichting van het programma. Het programma dat kenmerkt zich door afwisseling. Ik weet wie er tegenover mij zit, althans ik denk dat te weten, maar daar kom ik later op terug. Door middel van chats kunnen jullie je vragen stellen. Er zullen polls zijn, er zullen interviews zijn, er zullen filmpjes zijn en er is zelfs een klein college. Eind van de middag weten wij met elkaar meer over dit thema, maar eind van de dag hoop ik vooral dat wij weten hoe we de marktkansen kunnen benutten en hoe we elkaar kunnen vinden. Dus dit is een eenmalige kwestie, maar we gaan natuurlijk door en we brengen elkaar verder. Het programma ziet er als volgt uit. Jullie kunnen dat lezen, ik zal dat niet verder toelichten. Het is gevarieerd, blijf erbij en wij zullen starten met een oefening. Een oefening, want oefening baart kunst. En de oefening die bestaat uit het hebben van een polvraag. Deze vraag, dit is de eerste vraag van een reeks. Deze vragen, de antwoorden althans daarop, zullen later in het programma verder worden toegelicht, besproken met elkaar, gedeeld met elkaar. Maar de eerste vraag, dat is een testvraag. Deze testvraag is eigenlijk een vast onderdeel van het Sustainable Food Initiative, die op deze manier een soort indruk wil krijgen van wie zit er nou tegenover ons en hoe kunnen we in de fase waarin men verkeert, hoe kunnen we elkaar helpen. Dus ik geef de gelegenheid is inmiddels gegeven tot het geven van antwoorden. De antwoorden die zullen worden verwerkt en in deze fase van de testvraag zullen we kijken met u in welke fase u zit en hoe u in het Sustainable Food Initiative verder kan worden bediend. Want wij zijn toch wel voornemens, zeker het Sustainable Food Initiative, maar wij ook als Field Lab en als host, om elkaar te helpen. En dat helpen, dat kan je alleen als je weet welke vraagstukken je hebt, waar je belangstelling zit. Gaat het over geld? Gaat het over andere zaken? Ben ik net gestart en zoek ik kennis en kunde? Zoek ik financiën? Het kan allerlei vormen, allerlei aard hebben. En daarom is de Field Lab constructie die in Sustainable Food Initiative is gekozen, is daardoor heel laagdrempelig gekozen. Er is die R&D-faciliteit, de Field Lab en de Living Lab aanpak. Ik begrijp inmiddels van het pollteam, er zit hier een heel pollteam achter, dat de uitslagen bekend zijn. En de uitslagen die zijn in de zin van dat dat veel in een oriënterende, niet per se gelijk nog opstartende, hè, je bent al wel wat verder zoals je tegenover mij zit, maar dat je toch in die oriënterende fase zit, net gestart. Dus in dat licht is denk ik het programma wat wij nu hebben en ook het programma wat we in de vorige bijeenkomst hadden, heel erg toegespitst op jullie als gebruiker, als kijker, als consument van dit seminar en deze bijeenkomst. Goed, dit is denk ik wel tot ons gekomen. We weten nu met wie we allemaal thuis met elkaar in deze kleine community van 2 uur zijn verenigd. En ik zou graag door willen gaan naar het volgende programmaonderdeel. En het volgende programmaonderdeel dat bestaat uit een spreker. Freddy Troost is de spreker en hij zal jullie meenemen in hoe je van wetenschappelijke, vanuit de wetenschap naar de toepassing kunt gaan. Ook namens mij van harte welkom bij het webinar. Bedankt voor de kans, Saskia, om onze wetenschap over het voetlicht te brengen. Mijn naam is Freddy Troost, ik ben onderzoeker bij de Universiteit Maastricht. En ik hou me bezig met voedingsinnovatie en gezondheid. En ik zal proberen duidelijk te maken vandaag hoe wij in de toekomst eventueel samen kunnen werken op het thema gezonde voeding. Dat sluit ook goed aan bij de vorige polvraag. Dit is wat wij op dit moment doen.
Wij hebben een onderzoekscentrum gecreëerd in Venlo enkele jaren geleden, waarin we multidisciplinair productontwikkeling doen. Op het thema gezonde voeding, dat vliegen we aan op verschillende manieren. Ik ben een expert op menselijke gezondheid, daar zal de rest van de presentatie ook over gaan. Ik werk samen met mijn collega's die zich bezighouden met modelsystemen. U ziet daar de analyse staan. Een collega van me, Remke Havermans, houdt zich bezig met de psychologie van het eten. De geur, kleur, smaakbeleving. Op basis van welke aspecten van voeding maken mensen hun keuze om voeding te eten en te kopen. En een collega, Ali de Boer, houdt zich bezig met voedingsclaims. Zij zal vanmiddag praten, dus daar zal ik verder niet op ingaan. Wij houden ons onder andere bezig met productontwikkeling en wetenschappelijke concepten op veel voorkomende ziektebeelden. U ziet de meest belangrijke ziektebeelden voor ons in deze dia weergegeven. Wij houden ons onder andere bezig met de ontwikkeling van voeding voor mensen die lijden aan overgewicht en type 2 diabetes, oftewel ouderdomssuikerziekte. Wij willen voeding ontwikkelen voor de ouderende mens die de uitdagingen heeft van misschien iets minder eten, misschien wat spiermassa verlies. En wij willen functionele voeding ontwikkelen die deze processen tegen kan gaan. We houden ons ook op grote schaal bezig met darmgezondheid. Zowel voeding dat darmproblemen kan veroorzaken als voeding dat darmproblemen kan oplossen. En wij houden ons bezig met de functionele voeding voor sporters, oftewel sportvoeding. En dit zijn een paar van de onderzoeksvragen die wij bij alle aandoeningen eigenlijk hebben. Wij willen in kaart brengen wat voor voedingsmiddelen problemen geven, maar ook wat we nou kunnen bewerkstelligen met voeding. Hoe kunnen we nou voeding aanwenden om de mens gezonder te maken? En dat willen we doen zowel door bestaande voeding beter te maken als voedingsinnovatie toe te passen, oftewel het ontwikkelen van nieuwe producten. En ik hoop dat u en ik elkaar in de toekomst daarop tegenkomen. Vooral die voedingsinnovatie hebben we een samenwerking nodig met mensen uit de primaire en secundaire sector. Dus ik ben blij met deze kans dat ik u vandaag enkele voorbeelden kan geven van ons voedingsonderzoek. U ziet ook op deze dia dat het uitsluitend mensgebonden onderzoek is wat we doen binnen mijn onderzoekslijn. Ik heb mijn collega's die zich bezighouden met werkingsmechanismes, het bazaal wetenschappelijke onderzoek. De psychologie van het eten vindt uiteraard ook plaats in mensen. En ik geloof sterk in het meten in mensen. Als we willen weten wat gezondheid betekent, proberen we zoveel mogelijk in mensen te meten. En niet bijvoorbeeld in proefdieren of in cellijnen. Hoe u en ik elkaar in de toekomst kunnen treffen, probeer ik te illustreren aan de hand van enkele voorbeelden. Ik zal u drie verschillende projecten heel kort presenteren. Ik zal een beetje wegblijven van de wetenschap, maar meer de vermarkting, de toepassing van ons onderzoek zal ik proberen duidelijk te maken. Aan de hand van de projecten De Waarde van Limburgs Fruit, de Voeding voor Mensen met Glutengevoeligheid en Sportvoeding. En dat zal u waarschijnlijk een beeld geven van hoe u en ik in de toekomst elkaar waarschijnlijk kunnen treffen. Vanuit het eerste project, De Waarde van Limburgs Fruit. Kwam de vraag uit de provincie en uit de markt, de telers, van wat kunnen we nou bewerkstelligen met fruit om metabole aandoeningen aan te pakken? Hoe kunnen we nou de menselijke gezondheid verbeteren met ons fruit? Kunnen we meerwaarde geven aan onze producten? En tegelijkertijd kwam de vraag, hoe kunnen we ons fruit nou gezonder maken? Wat voor inhoudstoffen kunnen we nou verhoogd tot expressie brengen in onze voeding om de fruit nog gezonder te maken, oftewel superfruit te maken? Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dus wij hebben eerst gekeken, wat zit er nou eigenlijk in fruit en hoe kunnen we dan metabole gezondheid daarmee verbeteren. Dat is complex, want er bestaat veel fruit en er bestaan ontzettend veel inhoudstoffen van fruit. Dit is een heel klein plaatje om u een van de initiële problemen te schetsen. We hebben heel veel functionele stoffen in fruit. U ziet hier 500 stoffen hebben we geselecteerd in eerste instantie die interessant zijn. Wij zijn aan de slag gegaan met 100 van die stoffen die in eerste instantie interessant leken en we hebben uitgebreid wetenschappelijk literatuurstudie gedaan naar de gezondheidseffecten, de bekende effecten van die inhoudstoffen van fruit. Vervolgens hebben we een aantal labtesten gedaan op een selectie van die 100. Dus komen we op het getal 40. We hebben wat celsysteemonderzoek gedaan, we hebben biochemisch onderzoek gedaan naar mogelijke werkingsmechanismes, hoe deze inhoudstoffen de gezondheid kunnen bevorderen. En met de uitkomsten van dat in vitro onderzoek, ofwel het labonderzoek, hebben we vervolgens gedetailleerd literatuuronderzoek gedaan om ingrediënten te selecteren voor mensgebonden onderzoek. Dat brengt ons op de volgende dia. Dit is een heel kort overzicht van het lopende onderzoek. Dit beginnen we over 2 maanden, dus het is iets waar we op dit moment mee bezig zijn.
Wij zullen deze initiële screening van ingrediënten gebruiken om deze stoffen aan mensen te geven. En deze mensen hebben een voorstadium van suikerziekte, dus obese mensen die nog niet gediagnosticeerd zijn als diabetes. En die willen we volgen over de tijd op het moment dat ze onze voedingsproducten innemen. Dat onderzoek zal enkele maanden duren en in die enkele maanden willen we metingen doen, zowel thuis als op het lab. U ziet hier een arm, dat is een glucosesensor, zit in een arm geïmplementeerd waarin we in de thuissituatie suikerniveaus in de gaten kunnen houden bij mensen. Tegelijkertijd kunnen we op onze laboratoria bloedmonsters verzamelen en belangrijke informatie verkrijgen over de gezondheid van de mensen. U ziet hier dit weergegeven door middel van de bloedbuisjes. Dus zo'n onderzoek zal een deelnemer enkele maanden mee bezig zijn. Wij zijn er in totaal ongeveer een jaar mee bezig, dan hebben we een heel afgerond onderzoek. Hier leren we heel veel uit. Wetenschappelijk is het heel interessant. We weten hoe we met ingrediënten de gezondheid kunnen bevorderen. En dan komt de vraag op, hoe kunnen we dit nou toepassen in de praktijk? Dus waarom is dit interessant voor u? Voor ons is het belangrijk dat uiteindelijk hier producten uitkomen. Dus we willen met u in overleg of we de concentratie van deze stoffen kunnen verhogen via teelt of via andere innovatietechnieken. Of misschien kunnen we zelfs reststromen van fruit gebruiken om deze ingrediënten te winnen en daar vervolgens supplementen mee te maken. Dus uiteindelijk zal zo'n researchproject leiden tot de ontwikkeling van functionele voedingsstoffen voor mensen met overgewicht. En dat is uiteraard een ontzettend grote markt wereldwijd, vooral in deze dagen van overvloed. Eenzelfde voorbeeld, maar een andere aandoening, glutengevoeligheid. Glutengevoeligheid is een enorm probleem in de wereld. Zelfs mensen die glutengevoelig zijn en geen producten nemen waar gluten in zitten, worden toch blootgesteld aan gluten, want gluten zit eigenlijk overal in. U ziet een lijstje hier, soep, ijsverwerkt vlees, tandpasta, etc. Overal zit wel een beetje gluten in en deze mensen krijgen daar last van. Die krijgen pijn, die krijgen ontstekingen. Dus wij zoeken naar een methode om die pijn en ontstekingen door ongewenst glutengebruik toch te beperken. In dit geval, voor dit onderzoek, zijn we benaderd door een groot bedrijf die al heel veel wist, wetenschappelijke informatie had over de werkingen van een bepaalde bacterie. Een zogenaamd probiotische bacterie waarvan de werking waarschijnlijk positief is, dus gezondheidsbevorderend. We weten van dit bacterie dat het waarschijnlijk in de darm kan resulteren in verminderde ontstekingen en dus ook verminderde klachten in patiënten. Maar dit is nog nooit in mensen onderzocht, dit is alleen maar in proefdieren onderzocht. Dus dit bedrijf heeft ons benaderd om dit uit te pluizen in mensen met de volgende vraagstellingen. Het is nog nooit gegeven aan mensen, dus wat gebeurt er als je dit product aan de mens geeft? Is het veilig genoeg? Is het effectief? En verminderen uiteindelijk de klachten? En dat is wat je uiteindelijk wil ontwikkelen als bedrijf. Je wil een product ontwikkelen dat de klachten in patiënten vermindert. Dit is al een wat wetenschappelijke dia waar ik niet te veel bij stil wil staan, maar dit is het onderzoeksopzet. Dus wij hebben voor dit onderzoek heel veel patiënten gerekruteerd die een ziekte hadden, celiac disease, dat is celiakie, oftewel glutenovergevoeligheid. En deze mensen dienden een aantal dagen het product te gebruiken of een controleproduct en werden op onze onderzoeksinstelling verwelkomd. Waar we darmmonsters hebben afgenomen. Ik zou u niet vervelen met de techniek daarachter, maar dat was een complexe procedure die we hebben gedaan in samenwerking met het lokale ziekenhuis, Vicurie. En gedurende de dag werden deze mensen ook blootgesteld aan en het voedingsproduct en gluten. En we hebben gekeken naar of het concept werkt, dat dit zogenaamde probioticum inderdaad werkt zoals we dachten op grond van proefdieronderzoek. Meteen naar de resultaten. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder, want dit heeft anderhalf jaar gekost om uit te zoeken. Het is een heel goed onderzoek geweest voor onze kant, want we hebben bewezen dat het onderzoeksmiddel veilig is en dat het ook effectief is. Dus in onze darmmonsters hebben we kunnen vaststellen dat het probioticum werkt zoals we hoopten dat het zou werken. En dat brengt ons weer tot de vraag, hoe kunnen we dit nou toepassen in de praktijk? Dit onderzoek kwam al, de onderzoeksvraag kwam uit een bedrijf en dat betekent dat de applicatie direct duidelijk is. Het bedrijf wil er uiteindelijk een product mee maken om te verkopen. Dus inmiddels op grond van onze data is er ook een GRAS-certificering aangevraagd. Generally Recognized as Safe. Dat is een Amerikaanse certificering die bewijst dat voeding veilig is om te eten. Het product wordt doorontwikkeld en wij hebben een grote klinische trial in de maak om te bewijzen dat op grote schaal dit onderzoeksmiddel nog steeds effectief is. Deze onderzoeksstof nog steeds effectief is. Het eindproduct hier zal een functionele voeding zijn met een enorme markt wereldwijd. Eén dia over het derde voorbeeld, bazaal wetenschappelijk onderzoek naar sportvoeding. Wij hebben zelf een onderzoeksconcept bedacht op grond van wetenschappelijke literatuur, waarin we denken de sportprestatie en spierfunctie te kunnen verbeteren
in mensen die sporten, maar die ook bijvoorbeeld spierproblemen hebben als ze in een ziekenhuisbed liggen. Als je in een ziekenhuisbed ligt, dan heel veel van die mensen ontwikkelen spierproblemen omdat de spieren niet goed gebruikt worden. Dus in eerste aanzet willen we dit concept onderzoeken in sporters. Als het succesvol is, dan willen we dat uitrollen naar mensen die spierproblemen krijgen. Bijvoorbeeld door ziekenhuisbezoek, maar misschien ook veroudering. Het concept is dat we de bacteriën in de darm, u ziet het in het midden van deze dia staan, spelen een belangrijke rol in het lichaam. En onder andere maken de bacteriën signaalstoffen vrij die aan de spieren zeggen wat ze moeten doen. Wij denken, maar we weten niet zeker, dat we deze bacteriën zo kunnen voeden dat deze signaalstoffen in grotere concentratie in je bloed komen en daardoor de spierfunctie verbeterd zal worden. Dat is aannemelijk, maar nog niet bewezen. Wij zijn de eerste wetenschappers die dit onderzoek uitvoeren. Dus wij voeren dit onderzoek uit binnen onze onderzoeksinstelling. We zijn er op dit moment mee begonnen en ik hoop over bijna een jaar de onderzoeksresultaten te kunnen delen. Dit is een bazaal wetenschappelijk onderzoek waarbij we bij gebleken succes ook u nodig hebben om de uiteindelijke producten te kunnen ontwikkelen. Stel nou dat we bacteriën kunnen voeden, dan willen we producten ontwikkelen die bacteriën kunnen voeden. Daar hebben we de primaire en secundaire sector voor nodig. En dat is ook dus een van de redenen dat vandaag ik voor u sta om dit verhaal te vertellen. Dit zijn allemaal voorbeelden die heel dicht tegen de praktijk aan liggen en waarbij we de wetenschap kunnen gebruiken om uiteindelijk in voeding te kunnen innoveren. Dat brengt mij tot mijn laatste dia. Voor mij de belangrijkste dia eigenlijk. Ik wil duidelijk maken dat als wetenschapper zijn we meestal monodisciplinair. Wij zijn expert op één vakgebied en wij weten niet zo heel veel van de andere vakgebieden. Dat maakt ons goed in wat we doen en slecht in wat we niet doen. Dat is de reden dat we het onderzoekscentrum hebben opgezet in Venlo. Ik sta op dit moment in de Villa Flora en we hebben een heel mooi onderzoekscentrum waar wij wetenschap hebben geïntegreerd met bedrijfsleven onder de paraplu van Brightlands. Wij vliegen dat multidisciplinair aan, dus ik werk samen met mijn collega's die in modelsystemen werkingsmechanismen kunnen onderzoeken of bij een voedingsproduct kunnen kijken van als we deze kleur of smaak geven aan de voeding, dan zal het beter gegeten worden. Dus die multidisciplinariteit is heel belangrijk voor ons. Omdat ook de toepassing van onze kennis heel belangrijk is, niet alleen het wetenschappelijk publiceren, maar ook het toepassen, dus het vertalen naar daadwerkelijke producten, is het heel belangrijk voor ons om samen te werken met andere partijen. Dus zowel de primaire sector en de secundaire sector, maar ook de overheid, noem het maar op. We moeten iedereen aan boord hebben om tot succesvolle voedingsinnovaties te komen. Tot slot wil ik daarbij uitlichten dat de triple helix structuur van de Brightlands Campus daar heel belangrijk voor is. Een triple helix is een samenwerking van drie verschillende disciplines, in dit geval kennisinstellingen zoals wij zijn, maar ook de hbo-instellingen. Het bedrijfsleven, u, de collega's hier in de Villa Flora en zeg wereldwijd interessante voedingsbedrijven, maar ook overheidsinstellingen die de publieke gezondheid willen verbeteren. Om tot echte succesvolle voedingsinnovaties te komen, denk ik dat die triple helix structuur heel belangrijk is. En dat brengt ons ook in de Brightlands Campus en ik denk dat we daar heel blij mee zijn. De volgende stap is het gebruiken van onze wetenschappelijke kennis. En ik nodig u uit om die discussie met ons aan te gaan. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En ik wens u heel veel plezier bij de rest van de presentaties van vandaag. Dank u wel. Dankjewel, Freddy. Een heel college. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, dit ging snel. Ik kon het volgen, maar als ik het zou moeten reproduceren, dat lukt me niet. Dit is gelijk het moment om aan te geven dat alle presentaties, alle kennis die in de kennisoverdracht zit, dus ook de filmpjes later, dat allemaal tot u zal komen via een link, via een e-mail. Er zal een e-mail gestuurd worden met daarin de linkjes. En zodat u het nog een keer terug kunt bekijken, maar ook direct contact kan opnemen met Freddy. Hij deed een call to action met betrekking tot u die tegenover mij zit. En die call to action die leek mij vrij praktisch. Hij pakt wetenschappelijk en toegepast de gebruikers, de producenten en ook de consumenten in één. Goed, dus ik zou dan daarmee willen afsluiten voor wat betreft het wetenschappelijke deel van Freddy. Troost. En ik wil met u meegaan naar de volgende vraag in de poll. En deze vraag die ga ik zo direct met u delen. U krijgt echter niet gelijk de uitkomst. Daar zult u toch echt wat geduld voor moeten hebben. Later in het programma zult u daar wat meer over te horen krijgen wat eruit is gekomen.
Ik heb ook nog de behoefte om u te wijzen op het feit dat als u vragen heeft, of verlangens wilt uiten, of alles wat u maar kwijt wil, daar is een chatfunctie voor. Ik zou u heel graag willen uitnodigen. Maak gebruik van die chatfunctie. Later in dit programma zullen een aantal experts en een aantal sprekers daarvoor worden uitgenodigd om daar wat op te reflecteren. Wordt u ook weer wat verder geholpen. Dus maak van uw hart geen moordkuil. Iedere vraag is goed, iedere suggestie is goed, ieder verlangen is goed. Als u maar de gelegenheid gebruikt om in die 2 uur durende community, waar we al een tijdje op weg zijn, elkaar te bevragen, elkaar te helpen enzovoort. Ik ga over naar de tweede vraag van de poll. De vraag is, feitelijk doet u al mee? Bent u al bezig met de marktkansen voor gezonde inhoudstoffen in voeding? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het is nooit eenvoudig, alles is genuanceerd. Dus ik zou u willen vragen, neem even de tijd om daar uw gedachten over te laten gaan. Bent u al maximaal bezig? Maximaal is natuurlijk voluit. En voluit kan natuurlijk op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Dus ik stel voor dat u daar antwoord op geeft. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de antwoorden, omdat dat ook weer richtinggevend zal zijn voor de activiteiten die het Sustainable Food Initiative met u samen aan het ontplooien is. En die activiteiten die zijn toch wel erg gericht op het verder brengen van de business, of het verder brengen van onderzoek, of het verder brengen van uw kennis en kunde richting consument bijvoorbeeld. De polls die geven een goede kwalificatie ook van waar u staat. Hè? Dat zijn, daar zitten antwoorden tussen waarover u wellicht toch even denkt van ja, waar ben ik nou eigenlijk? Dus ik veronderstel dat u hiermee vooruit kunt. Het is ook bedoeld om u aan het nadenken te zetten. Call to action in zekere zin. En een call to action is feitelijk dit hele seminar. De volgende persoon die u nu gaat ontmoeten is een ondernemer die eigenlijk iedereen in Nederland wel kent. Het is Jan Klerke. Jan Klerke die heeft zijn leven lang nieuwsgierigheid als drijfveer gehad, maar ook ergernis. Voor hem is ergernis altijd een belangrijke drijfveer geweest om iets beter te maken, om iets te innoveren. Ik heb Jan eerder deze week opgezocht. Ik heb hem wat vragen gesteld. Wat bezielt de man? Waarom doet hij wat hij doet? En waarom is het succesvol? En wat is niet succesvol? Dag Jan, vertrouwde grond. Welkom op de Brightlands Campus Greenport Venlo. Je neemt deel aan deze bijeenkomst en je hebt de titel Mushroom Pharmacy. Vertel, waarom? Wat doe je, bedoel je hiermee? Mushroom Pharmacy, nou, volgens mij zegt de naam genoeg. Een apotheek van champignons. In ons geval tenminste champignons, niet echt paddenstoelen. Het verhaal van mij is ergens ontstaan in het begin van deze eeuw. Dat ik vanuit nieuwsgierigheid het DNA heb laten ontrafelen van wat zit er nou eigenlijk in dat mooie witte bolletje. Dus de wondere wereld achter de witte champignon. Nou, daar ben ik onderzoek naar laten gaan doen. En dat onderzoek dat hebben wij op diverse plekken gedaan in de wereld. We zijn begonnen in Amerika met het allerduurste, met Penn State University. Daarna naar het allergoedkoopste, naar Guangzhou University in Xiamen. Daarna heb ik gekeken wat is er in het bedrijfsleven voorhanden. Toen ben ik bij DSM uitgekomen. En we hebben natuurlijk Wageningen aan de slag gezet met de vraag. Nou, bij één vraag aan 4 instanties krijg je ook meerdere antwoorden. Dat is ook tevens ja, wat wij fout hebben gedaan. Het duurt heel veel langer, het kost heel veel meer. En ja, toch, je focus wijkt af. Maar uiteindelijk hebben we wel een heel mooi residu gekregen uit die onderzoeken. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Maar jij zegt, dat hebben we gelijk fout gedaan. We zijn naar 4 organisaties gegaan. Maar je had wel 1 vraag. Of had je ook 4 vragen? Nou, ik wilde eigenlijk weten, wat zijn eigenlijk de inhoudstoffen in een champignon? Gewoon, dat wou je weten. Op ja, een dag dacht je, gewoon, ik wil gewoon weten wat zit erin. Ja, en als ik dat weet, dan weet ik wat ik daarmee kan. Ja, dus, maar je kon er toch al van alles mee? Ja, wij deden er van alles mee en doen er van alles mee. Ja, ons bedrijf heeft natuurlijk als kerntaak een 7-tal verschillende
verwerkingsmethodes, allemaal in Nederlandse fabrieken. Dat doen we met 400 ijverige collega's. Bijna dag en nacht maken we champignons als topping voor diepvriespizza's, maar ook in soepen. We zitten in vliegtuigmaaltijden, we liggen in retail, we doen er een krokant jasje omheen en dat bakken we van tevoren. Dus we hebben poeders, we hebben concentraten, dus natuurlijke smaken, zelfs uit zijstromen van de industrie. Dus dat is eigenlijk een heel breed pakket. Dat is ook de inkomstenbron van ons bedrijf. Maar daarnaast denken we, kijken naar de toekomst. We horen steeds het voedingscentrum roepen van je moet minstens 200 of 250 gram groente per dag eten. Ja, en dan denk ik, waarom? En dat waarom? Daar hebben we de vraag voor gesteld. Geef mij het DNA van die paddenstoel, ontleden wij. Dus samenvattend ga je van de, laten we maar zeggen, de klassieke champignon zoals die was, de witte champignon, dacht je, ja, daar moet ik meer mee, daar wil ik ook meer mee. Vervolgens ben je uit je eigen nieuwsgierigheid in een proces gestapt waarvan je achteraf zegt van, my god, het is 20 jaar, had ik dat maar anders gedaan. Toch ben je doorgegaan met andere processen. Ik vroeg je net, doe je het dan voor de markt? Moet je anderen ervan overtuigen? En dan zeg je, ja, nee, samen met de wetenschap en bedrijfsleven zet ik dat op. Maar heb je het nou uiteindelijk gedaan om een product te verkopen? Of was het om je nieuwsgierigheid te bevredigen? Waarom heb je het nou eigenlijk, dat wil ik toch nog wel graag weten. Waarom doe je dit als MKB'er? Ja, entrepreneurship is voor mij, staat dat voor ontdekken en uitvoeren. En dat is steeds de gang die we maken, hè, van project naar product. Ik wil niet over projecten blijven praten, maar ik wil iets op tafel zetten, in de markt brengen, daar een bedrijf omheen opbouwen. En dat is met deze drie inhoudstoffen die ik net noemde, hebben we daar daadwerkelijk ook een business in gegenereerd. En die gaan we nu uitbouwen. Dus het moet schaalbaar zijn. Maar het moet gezond zijn, het moet duurzaam zijn en het moet vooral smaak hebben ook. Dus in die zin voldoet het aan de criteria voor ja, onze eigen sustainability kalender voor de toekomst. En daar is nog veel meer te doen. Dus ergotheonine is een product waar we mee aan de slag gaan. Er zijn ja, nog diverse inhoudstoffen uit die champignon, uit die paddenstoel, die we straks met twee handen gaan beetpakken en waar wij ook producten voor gaan voorbereiden. Voor de cosmetische industrie bijvoorbeeld. Dus daar ligt een hele grote uitdaging voor ons. Wat in de cosmetische industrie, waar moet ik aan denken? Er zit in de champignon, daar zitten vezels in die hetzelfde zijn als in garnalen. Dus met name voor je huid en voor je haren. Wordt nu inderdaad, die producten worden gebruikt vanuit vis, vanuit garnalen. Maar bedrijven willen zoveel mogelijk vegetarisch gaan of plantaardig. Het is niet dierlijk en plantaardig. En wij vatten dat echt letterlijk zo op. En zo zien we inderdaad dat we daar producten kunnen gaan maken voor die industrie. Je noemt jezelf nadrukkelijke MKB'er. Je bent wel een MKB plus bedrijf, maar dan toch MKB'er. Heb je dit nou allemaal alleen gedaan? Althans samen met de wetenschap natuurlijk. Maar heb je het als bedrijf alleen gedaan? Als ondernemer alleen? Meestal wel, ja. Je ziet toch van... Om collega bedrijven te interesseren en te enthousiasmeren over projecten die een bepaalde looptijd hebben. Ja, daar haak toch heel veel collega's die haken daar af. Die vinden 3-4 jaar vinden zij bijna al science fiction. Terwijl het dat in wetenschap is het gewoon just a moment. Daarom hebben wij wel van alles altijd met andere bedrijven gedaan. Maar we hebben nooit één project van het begin tot het eind met elkaar kunnen volgen. Omdat meestal tijdens die barre tocht de partijen afhaakten. Maar dan is er eigenlijk wel, zou jij met jouw ervaring kunnen zeggen, er is eigenlijk ook geen onderscheid tussen een MKB of een groot bedrijf, corporate bedrijf. Want ook die corporate bedrijven doen dat niet samen met andere partijen. Is dat in de kern dus gewoon hetzelfde? Het woord open innovatie, dat heb ik nooit begrepen. Dat bestaat volgens mij ook helemaal niet. Ja, dus in die zin is dat in de kern hetzelfde. Alleen zou ik collega MKB'ers, of ze nou in komkommer of tomaat of in kruiden zitten, die zou ik wel kunnen tippen van kies een weg dat je heel snel vast kunt stellen welke inhoudstoffen zitten er in je product. Doe literatuuronderzoek, laat dat doen.
voor mijn part een jaar. Wat is er allemaal beschikbaar? En daarmee, met dat extract, ga je dus aan de slag. Ja, dan spaar je 3-4 jaar. Maar als je zegt, als je dit nu zo zegt, dan kom ik eigenlijk terug op wat ik net zei. Het lijkt zo eenvoudig, eergisteren, gisteren, vandaag, morgen. Maar je zegt, kies een weg om er snel achter te komen. Maar hoe doe je dat? Hoe dan? Gewoon naar een commercieel lab gaan en zeggen van, zoek mij uit, wat zit er in dat product. Niet naar een universiteit, maar gewoon naar een commercieel bedrijf. Wij hebben dat toenertijd bij DSM gedaan, ja. Maar er zijn meerdere partijen die dat kunnen. Dus je gaat naar een commercieel lab en dan krijg je eigenlijk een beetje wat jij het champignon plantenpaspoort noemt. Jij noemt het waarschijnlijk anders, maar het paspoort van jouw champignon. Ja. Dat laat je dan opzetten. Een biometrisch paspoort. Precies. Ja. Oké, we zijn enkele tientallen jaren verder en ook middelen verder. We gaan nog een tijdje vooruit met elkaar. Je hebt die doorontwikkeling gemaakt. Waar staan we ongeveer over 10 jaar? Hoe ziet het eruit? 10 jaar lijkt heel ver weg, maar we hebben geen glazen bol. We hebben wel een kompas. En dat kompas dat staat meestal zo 6-7 jaar vooruit. Dat we dan ongeveer wel kunnen aflezen hoe de wereld dan draait. En dat doe ik wel op diverse manieren. Eén grote inspirator voor mij is het land Japan. Alles wat je daar nu ziet, dat gebeurt over 7-8 jaar. Bij ons, hè, kun je wel zeggen. Dus over 10 jaar denk ik echt wel dat ons product absoluut de centerfold is in de food. Hè. Dus je ziet een enorme ontwikkeling als het gaat om proteïnes, als het gaat om vitamines, als het gaat om gezonde inhoudstoffen. Maar ook als je kijkt naar het uitgangsmateriaal, er wordt zelfs leer gemaakt van mycelium. Ja, er wordt kunst gemaakt van mycelium, er wordt transportverpakkingen gemaakt. Ja, dus het product mycelium en paddenstoel is natuurlijk één, maar wordt heel veel breder als dat wij nu doen vermoeden. Jan, dank. Het is altijd kort deze tijd. Je hebt veel meer te vertellen, maar ik weet dat jij altijd beschikbaar bent voor andere mensen om je adviezen te geven en de learnings over te dragen. Dus nogmaals dank en tot de volgende keer. Nou, heel graag gedaan. Mijn levensmotto Dare to Share kwam vandaag weer goed uit. I know. Ja? Thank you. Dank je. Ja, Dare to Share. Deze uitdrukking kennen we goed. Ik heb hem eigenlijk al in een andere vorm eerder gebruikt in deze webinar. Ik denk dat het goed is dat wij delen. En ik heb nu een persoon naast me staan, namelijk Marcel Dings, die heel erg ingericht is op delen, op kennis delen, om ervaring te delen, om jonge mensen iets te leren. Dus welkom, dank je dat je hier bent. Goedemiddag. En ik denk dat het goed is dat ik je introduceer, maar dat het beter is als jij jezelf introduceert. Ja, ja, Marcel Dings, samen met een compagnon tel ik al 20 jaar aardbeien hier rondom Venlo. En dat doen we jaar rond ondertussen. En dat doen we met die mooie tuinbouwtechniek. In Nederland, wij vinden het al heel gewoon. Maar de tuinbouwtechniek, zoals de glastuinbouw in Nederland, is gewoon high-tech. En dat biedt ons de kans om op marktkansen in te spelen. En daarom ook jaar rond aardbeien te telen. Vooral vanuit die markt merken we dat er gewoon vraag is om jaar rond lekker smakende aardbeien. Nou, dat is een uitdaging die wij aangaan en die ons ook gewoon commercieel gezien gewoon windeieren legt. En waar we dus een mooi ondernemerschap kunnen tonen. Maar wat is er nog mooier, denk ik, dan even een filmpje te laten zien waarin we dat met beelden heel mooi kunnen tonen. Hoekberries is een viertal aardbeienbedrijven, glas aardbeienbedrijven, waarin ik samen met een compagnon jaar rond aardbeien teel. Ieder partij wil graag iets hebben wat die ander niet heeft, waarmee die zich kan onderscheiden naar die consument toe. Ja, het overwoord is, dat hoor je steeds meer, is innoveren. We hebben eerst met een groep telers bij elkaar gezeten, samen met Lier, om te stoeien over wat hebben we nodig om voor de toekomst klaar te zijn. En dan hebben we ons gefocust op een aantal onderwerpen en een van die onderwerpen was gezondheid. Want ja, onze mooie producten, groenten en fruit, zijn per definitie gezond. Maar hoe krijgen we dat bij die consument nog beter op het netvlies? Nou, dat begint met twee delen. Enerzijds is het kennistraject waar we eerst als ondernemers bij gesprek zijn over kennis over het onderwerp. En het volgende traject, Big Data, hebben wij een invulling kunnen geven met de 3 biologiestudenten die nu binnenkort beginnen. Die aan de planten gaan meten. Wat zijn de verschillen onder ledlicht gegroeide aardbeien, onder Sonté, traditionele groeilicht in de winter, en onder natuurlijk licht?
Vitamine C is een stof die in aardbeien nog hoger aanwezig is dan in sinaasappels. En wij willen in dit onderzoek kijken met welk soort licht we de vitamine C gehalte in aardbeien kunnen beïnvloeden. Om die nog op een hoger niveau te krijgen. Ja, als je op die manier je product met een verhaal kan vermarkten, nou, dan gaan we ervan uit dat we ook een hogere prijs in het schap kunnen krijgen dan we meer producten weg kunnen zetten. En op die manier kunnen we ons bedrijf sterker maken, kun je de sector sterker maken. Vanuit het feit dat aardbeien gezond zijn en onze aardbeien nog gezonder. Uiteindelijk willen we laten zien dat we in de winter nog gezondere aardbeien kunnen maken dan in het traditionele seizoen. En dat we daarbij dus een beter vermarktbaar product hebben. Ja, mooi filmpje. Geeft in ieder geval wat aanknopingspunten om het gesprek met Marcel te starten. In het filmpje komt heel duidelijk vitamine C naar boven. Tegelijkertijd is de titel van jouw seminar, presentatie is het woord niet, onderwerp, hè, wat houdt je bezig, je drijft, is high-tech. Kan je daar wat meer, wat dieper op ingaan? Waarom vitamine C, waarom high-tech en waarom de markt? Maar daar komen we dan daarna aan toe. Ja. Nou, ik denk dat we geleerd hebben vanuit het LIOF-verhaal. We hebben met LIOF samen een traject, zoals ik net in het filmpje ook aangaf. Hebben we een traject gedaan waarbij we als ondernemers, primair ondernemers, geprikkeld werden, getriggerd werden van hoe kunnen we meer naar die markt, hoe kunnen we daar marktkansen benutten. Wat we daar geleerd hebben, van, we willen allemaal graag voedselclaims neerleggen. We willen graag een product hebben wat onderscheidend is. Alleen daar hebben we in ieder geval wel geleerd dat het nogal wat tijd kost en heel veel geld kost om een voedselclaim neer te kunnen leggen en een voedselclaim te kunnen realiseren. Dus wat we ook daar in ieder geval, wat mij in ieder geval is blijven hangen, is dat je ook kan aansluiten bij bestaande voedselclaims. En dan is vitamine C, als je consumenten vraagt wat doet vitamine C, wat wil je met vitamine C, dan heeft dat per definitie een gezondheidsimago achter zich. En dat is iets waar we in aardbeien op zoek waren, wat we ook makkelijk kunnen meten. Dus eigenlijk relatief laagdrempelig lijkt het in ieder geval om op vitamine C te gaan focussen. Vitamine C kun je in ieder geval beïnvloeden in de teelt, kun je wellicht beïnvloeden door voeding, kun je wellicht beïnvloeden door spectrum van het licht. En dan komt die high-tech om de hoek waar wij dus met LED-licht aan de gang gingen. LED waarin je dus de kleuren kan variëren zodanig dat voor die plant de juiste kleuren, de juiste triggers in die plant geven. Dat je dus wellicht, dat is het onderzoek, de juiste trigger kan raken om die vitamine C in die plant omhoog te krijgen. En dat is eigenlijk de reden dat wij voor vitamine C gekozen hebben. Eigenlijk bekend bij de consument. Anderzijds denken we vanuit literatuur ook dat die te beïnvloedbaar is door aan je sturing, wat je in kassen heel goed kan doen, om aan je sturing dus te gaan, aan de knoppen te gaan draaien, waardoor je dus die vitamine C kan verhogen. En je dus naar je marktpartner, naar je consument kan ventileren. Wij hebben een aardbei, als je die koopt, die zit hoger in vitamine C. Daar zeg je dus niet mee dat die gezonder is, maar dat is de conclusie die we daarvan uitgaan dat die consument trekt. En daardoor wellicht ook bereid is om wat meer te betalen. Ja, datzelfde. Dus je maakt eigenlijk gebruik van bestaande kennis die al in de hoofd van de consument zit en daar haak je gelijk op aan. Zo'n onderzoek met teeltsturing, hè? Dus je stuurt als het ware in die teelt. Hoe lang duurt dat eigenlijk? Waar moet ik aan denken? Je bedenkt het en dan? Hoe lang duurt alles? Ja, je begint eigenlijk heel gemakkelijk doordat je in je praktijksituatie heb je teelten die je hebt. Je hebt teelten onder twee soorten licht in ons geval. Eigenlijk onder drie soorten. Natuurlijk licht, hè? Het voorjaar. En de zomer, je hebt teelten onder LED-licht, dat is redelijk nieuw, waar je met die kleuren wat kan gaan doen. En je hebt teelten onder belichte teelt in de winter, onder traditioneel zon-T-licht, zoals we dat noemen, de oranje gloed die je soms boven kassen ziet. Nou, door gewoon te gaan meten aan die drie verschillende teelten, wat doet het licht zoals ik al standaard heb hangen, op die drie manieren, wat doet het op mijn vitamine C en op andere makkelijk meetbare inhoudstoffen. Dus op die manier begin je laagdrempelig en dan ga je van daaruit, vanuit de resultaten, dan ga je kijken, oké, waar zien we resultaten en waar moeten we dan aan die knop wat verder gaan draaien? Bijvoorbeeld een ander spectrum kiezen. Ja. En maar is dat jaren? Is dat een teelt? Is het jaar rond? Wat is het? Nou ja, je ziet dat beïnvloeden met licht, dat kun je alleen in de winter, want in de zomer dan doe je het met het licht wat je hebt. Nou ja, je begint een jaar daarna en dan kom ik toch ook op de mooie woorden van Jan Klerken, de heer Teixeira durft te delen. Daarna, en dat liep eigenlijk een stukje parallel, hebben we ons met 8 aardbeientelers hier in de regio bij elkaar gezet. Van plantenkwekers tot productietelers, van klein tot groot. En we hebben een aantal onderwerpen, waaronder dit er eentje van was benoemd, waar we verder partners gaan zoeken in de markt om daar verder mee die kennis te ontwikkelen. En dan is er geen einddatum gesteld, we moeten over 5 jaar moeten we het knopje hebben. Maar je gaat aan de slag en je gaat van
van stap naar stap wil je vooruitgang boeken. En soms ga je ook weer een stapje terug, omdat je hebt ontdekt dat je een verkeerde afslag hebt genomen. Is het, zou je kunnen zeggen, hè, dare to share, dat is een soort van motivatie, een drijfveer, maar is het ook noodzaak? Ja, voor ontwikkeling van kennis vind ik het echt noodzaak. Maar wij merken wel, in die primaire sector is het redelijk uniek wat wij bijvoorbeeld met 8 arbeidstelers doen. Omdat bedrijven eigenlijk door schaalgrootte groter worden, niet op een ander willen wachten. Samenwerking, dan moet je wel gelijkgestemde geesten hebben. Dus het is wel iets wat een spanningsveld oproept, omdat het niet hele fundamentele kennis is. Je gaat heel dicht bij de praktijk kennis ontwikkelen. Nou, grote bedrijven zouden dat ook voor zichzelf kunnen doen. Maar goed, we hebben in ieder geval met een 8 telers gezegd, nee, wij denken dat we samen verder komen. Die diversiteit, maar vooral die geesten zijn gelijk en die willen dezelfde kant op. En dan kun je elkaar altijd helpen. Dus in die zin heeft bij mij de voorkeur van samenwerking. Ja, als je nou om dit aardbeienverhaal wat dat betreft even af te sluiten, gaat kijken naar het moment waarop je dan als het ware de markt gaat benaderen. Wanneer kan je dan zeggen, eet deze aardbei van wie? Van die 8? Van 1? Van hoe werkt dat? En wanneer kan je dan die claim leggen? Hoe werkt dat? Dat is inderdaad een stap die een heel stuk verder gaat, een stuk lastiger is. In die zin, als je wij zijn de lid van een telersvereniging die dan wel ons als enige arbeiderlid heeft. Grotendeels, in ieder geval zeker in die winterperiode. Dan gaat die telersvereniging met die klant praten. Dus ondertussen heb je als teler ook wel contact met je klant van hey, wij willen een uniek product gaan produceren. Heb je interesse? En hoe kunnen wij daar bijvoorbeeld ook meerwaarde uit creëren? Dus je gaat toch in een vroeg stadium wel met die retailer aan de slag. Op die manier, om over de kansen te praten. En eigenlijk probeer je aan de voorkant al, juist door vragen bij die retail aan te geven, waar heb je behoefte aan? En dan zie je dat iedere retailpartij behoefte heeft aan unieke producten. En dan nog heel graag zeggen van ja, maar dat is alleen voor ons. En dat is dan de kunst, zodra je wat hebt, om op te schalen. En ja, er is eigenlijk maar één goede manier, dan moet je hem als merk gaan wegzetten. En dan kun je ook als merk over telersverenigingen heen, denk ik. En dan denk ik dat samenwerking nog meer om de hoek komt, omdat je volume nodig hebt. Zeker als je naar retail je richt, dan heb je volume nodig. Maar je zou je ook op een niche kunnen richten. Hè. Zo hebben we ook vraag vanuit Japan voor bepaalde kwaliteit aardbeien. En ja, als je je daar kan onderscheiden, en dan denk je ook weer aan robotisering. Die robot die wat dat betreft niet destructief, dus kan meten met infrarood bijvoorbeeld aan bepaalde inhoudstoffen. Die zou dus die aardbeidjes net kunnen plukken die cijfers juist te boren hebben. Dus in die zin is dat wel een verhaal wat divers is, maar waar samenwerking nog wat verder weg ligt, omdat je eerst dat product moet ontwikkelen. En ja, ik denk dat dan wel merk om de hoek komt. Ja. Ik moet gaan kiezen uit mijn vragen. Met jou kan je heel lang praten, dat is met Jan Klerken ook, maar dat is met die innovatoren. Dus ik moet kiezen uit de vraag. En wat mij wel intrigeert is waar je mee bezig bent als je kijkt naar de reststromenkant. Hè. Daar kan je ook wel wat over vertellen, het bladmateriaal. Zou je daar eens wat over kunnen zeggen in relatie tot het onderwerp van deze dag? Ja, ook dat is weer in de regio ken je de spelers en vooral de gelijkgestemdheid. Die zoek je op een aantal verschillende onderwerpen op. Nou, een onderwerp is reststromen, waar we hier in de regio ook heel breed eigenlijk een inventarisatie gedaan hebben. En ook spelers hier vanuit de Brightland, waar we inventarisatie en welke reststromen hebben we allemaal. En waar we nu ook naar die markt, met die markt, aan het praten zijn van waar liggen kansen. Eentje, die ligt hier dan weer los van, is dat we met een andere samenwerkingsverband, dat is een groep telers die over heel Nederland verspreid zit, zijn we al wat verder en zijn we naar inhoudstoffen gaan kijken. Dus we hebben partijen in de markt gevonden die van synthetische grondstoffen af willen, in de cosmeceuticals, waarschijnlijk ook straks in de medicijnen, als ze op zoek zijn naar plantaardige grondstoffen. En het blijkt dat wij met planten, en zeker in de glastuin, in de kassen, waar je heel veel kan controleren, dat je consistent en ook voorspelbaar en ook met heel weinig milieubelasting of geen milieubelasting, geen gewasbeschermingsmiddelen, dat je straks plantaardige grondstoffen kan gaan leveren. En zo is aardbeienblad, daar hebben we in ieder geval met één partij al een match die daar stofjes in gevonden heeft, waarbij die aardbeien, die inhoudstoffen, heel waardevol blijken en waar dus een vraag is, waar nu we aan het kijken zijn of we er een business deal van kunnen maken. Oké, okay. Nou, ik zou willen afsluiten. We hebben net Freddy gehoord. Freddy doet nadrukkelijk een oproep. Help me, ga met me mee. Ga die weg op. Neem met mij die route. Heb jij in dat licht iemand nodig of iets nodig? Maakt niet uit in mijn geval nu wat. Heb jij een oproep? Wil je hulp of kan je hulp bieden?
Wat wij in ieder geval, en ik in die samenwerking heel sterk merk, dat wij als primaire producenten, als tuindersboeren en tuinders heel erg leven bij de waan van de dag. Dat we wel eventjes over iets willen sparren, over willen nadenken, maar dan worden we weer gegrepen door de waan van de dag op het bedrijf. Dus wat we vooral nodig hebben is een stukje begeleiding daar rondomheen. Mensen die die kennis bij ons brengen, dus die ja, een soort kennismakelaars noem ik het maar. En dat kunnen ook managers zijn, dat kan een individu zijn, dat kan een partij zijn. Maar we hebben dan wel hulp nodig die ons bij de les houden, die de zaken organiseren. En die voor ons vooral die kennis die we missen bij ons brengen, ja. Naar aanleiding van het overleg wat we als ondernemers hebben. Goed, dank. Ik denk dat dat een waardevolle bijdrage is. Het is helemaal in de lijn van de Field Lab aanpak die wij voor ogen hebben bij Sustainable Food Initiative. Dus ik denk dat het een waardevolle bijdrage is. We zijn niet uitgepraat, maar je bent altijd bereikbaar, je bent vindbaar. En nogmaals, zoals ik al zei, als je vragen hebt, gebruik altijd de chatfunctie. Probeer via de e-mail de verbinding te leggen. Of bel ons gewoon. Er staan telefoonnummers overal. We zijn bereikbaar. Op de Brightlands kun je sowieso naar binnen lopen. En Marcel, dorpsgenoot van mij, nogmaals hartelijk bedankt. Graag gedaan. Goed. Goed, nadat wij de informatie van Marcel hebben proberen te processen en ons te verinnerlijken, hebben wij nu weer tijd om onszelf aan het werk te zetten. Het is niet meer consumeren, je moet ook af en toe zelf wat doen. Er komt een polvraag aan. Die polvraag die ga ik nu bij jullie introduceren. Zoals gezegd, de polvraag uitkomsten komen later nog een keer terug. Dit is de vraag. Waar ligt uw behoefte als ondernemer? We hebben net Marcel aan het woord gehad, we hebben Jan Klerken aan het woord gehad. Hoe begnadigd ondernemers ook zijn, er is altijd een behoefte. En de behoefte tot het verwaarden van gezonde inhoudstoffen, die staat hier als het ware omschreven. Ook nu weer geldt, meerdere antwoorden zijn mogelijk. En ook nu weer geldt dat de informatie die eruit komt ons zal versterken in samenwerking, ons zal verder brengen in eigenlijk ook de marktpositie, maar ook de positionering van Nederland wereldwijd in het voorop lopen als het gaat om kennis- en innovatieontwikkeling. Dus deze vraag is eigenlijk de kernvraag. Het is altijd de kernvraag, waar heb je behoefte aan? Waar kan je ook die behoefte bevredigen, zal ik het dan toch maar zo noemen. Waar vind je de partijen die je kunnen helpen? Zijn dat meerdere partijen? Eigenlijk gaf Marcel dat al heel duidelijk aan. Hè? Je hebt organiserend vermogen nodig. Je hebt de zoektocht naar kennis kan je zelden alleen. Maar je hebt ook mensen nodig die weten hoe de markt werkt. Je hebt de route naar de retail nodig. Hoe ga je om met concurrentieposities? Hoe ga je om met share? Eigenlijk allemaal dat soort vraagstukken die liggen voor. En er zijn er vele voor jullie gegaan. En uit de eerste polvraag bleek al dat we, zoals wij hier als groep zitten, in een wat vroege fase zitten van dit thema. Goed, het team dat de pols in de gaten houdt geeft mij een seintje dat wij voort kunnen. En als wij voort kunnen, dan gaan wij opnieuw terug naar de universiteit. De universiteit Ali de Boer is van het Food Claim Center en zij zal een kleine college geven. Hoe doe je dat eigenlijk met claims? Wie van u kijkt er wel eens naar de achterkant van een voedingsproduct? En wie ziet dat andere mensen doen, bijvoorbeeld in de supermarkt? Nou, ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen dat daar behoorlijk belangrijke informatie op staat. Je kunt er vinden wat er aan energie in een product zit. Je kunt kijken welke voedingsstoffen er vooral wel en vooral niet in zitten. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik in die supermarkt een keuze probeer te maken, dan ga ik niet van alle producten het etiketje aan de achterkant staan lezen. En ik ben voedingswetenschapper, dus ik heb een beetje een bias. Ik vind dat soort dingen heel erg leuk, maar ik lees ze vooral toch echt aan de keukentafel. Hoe kun je dan wel vertellen aan een consument in die supermarkt waarom jouw product nou gezond is? Daar wil ik jullie vandaag wat meer over vertellen.
Mijn naam is Ali de Boer. Ik ben universitair docent aan de Universiteit Maastricht op de campus in Venlo. En ik leid daar de onderzoeksgroep genaamd het Food Claims Center Venlo. En u hoort het al, het gaat over claims. En dat is precies waar ik het vandaag over wil hebben. Het gebruiken van claims om die gezondheidsinformatie nog iets makkelijker over te brengen aan je consument. Als ik het over claims heb, dan heb ik het over Europees gedefinieerde voedings- en gezondheidsclaims. Zo'n voedingsclaim gaat puur over wat erin zit. Dus het gaat over een positief iets van ingrediënten. En het kan soms juist ook zijn dat het positief is dat een ingrediënt er niet in zit. Bijvoorbeeld dat iets laag in energie is of laag in vet. De andere soort claim die we gebruiken is de gezondheidsclaim. En die gaat over wat dat voedingsstofje nou doet in je lijf. Dus dat gaat eigenlijk een stapje verder. Als een voedingsclaim is dat er vitamine C in zit, dan zegt een gezondheidsclaim wat die vitamine C in jouw lijf doet. Het is dan ook een claim die gaat over de relatie tussen een voedingsmiddel of een specifiek ingrediënt en gezondheid. Dit zijn dus voorbeelden van claims die we Europees reguleren, maar dat is niet het enige wat we op Europees gebied met elkaar afgesproken hebben over voeding en levensmiddelenrecht. En daarom neem ik jullie eerst even een stapje mee terug naar dat Europese levensmiddelenrecht. Want daar staan een aantal belangrijke bepalingen in die iets meer uitleggen over hoe we die voedings- en gezondheidsclaims nu mogen gebruiken. Europees levensmiddelenrecht gaat uit van het principe dat alles geregeld is van boer tot bord. From farm to fork, zoals het ook vaker wordt genoemd. En wat daarbij heel erg belangrijk is, is dat er wetenschappelijk bewijs is voor het gebruik van claims, voor het op de markt brengen van nieuwe producten. De veiligheid of gezondheid moet worden aangetoond. En dat is om de consument te beschermen. Dit is niet altijd zo geweest. De BSE-crisis heeft ervoor gezorgd dat er rond de jaren 2000 een hele hervorming plaatsvond van Europees levensmiddelenrecht. En zo zijn we hier beland. Want na die BSE-crisis bleek dat de Europese consument meer centraal moest staan. Het moest niet alleen gaan om handel en zorgen dat Europese lidstaten gemakkelijker met elkaar zouden kunnen handelen, maar de veiligheid van de consument, de bescherming van de consument tegen onveilige producten, maar ook tegen misleiding, moest gegarandeerd worden. En daar wordt die wetenschap dus weer belangrijk. Het is essentieel om wetenschappelijk bewijs te hebben om vervolgens te kunnen besluiten om een product wel of niet op de markt te brengen, om een claim wel of niet toe te staan. Het is een geïntegreerde aanpak van voedselveiligheid om op die manier het Europese levensmiddelenrecht in te richten. Om het van boer tot bord te regelen. En niet specifiek per productcategorie of om bijvoorbeeld één wet te maken over gezondheid en allemaal losse wetten over bijvoorbeeld veiligheidseisen. De twee belangrijkste doelen die dan ook in iedere wet en iedere vorm van levensmiddelenrecht terugkomen, zijn dan ook het beschermen van burgers tegen die onveilige voeding en tegen misleiding. En ten tweede de harmonisatie in de EU-lidstaten, want dat blijft natuurlijk belangrijk. Wat daarin nog een belangrijke rol speelt, is het concept risicoanalyse. Dat wil ik graag even kort toelichten. In risicoanalyse ga je ervan uit dat je bewijs verzamelt en dat kritisch beoordeelt in de risicobeoordeling. Dat is de eerste fase. Die risicobeoordeling die gebruik je vervolgens om kritisch te kijken wat je beleid zou moeten zijn. En dan maak je beleidsafwegingen op. Dat noemen we het risicomanagement. Dat is dus meer het politieke proces. Vanuit zowel de risicobeoordeling als de risicomanagementkant volgt informatie die natuurlijk met elkaar uitgewisseld moet worden, maar ook met ons als burgers. Dat is wat we risicocommunicatie noemen. En dan kan de term risico misschien een beetje vreemd zijn, omdat ik het vooral heb vandaag over gezondheid. Maar toch gebruiken we de wetenschappelijke evaluatie, gebruiken we daar ook die term van risico's voor. Dit is belangrijk om in je achterhoofd te houden op het moment dat we weer even terug gaan kijken naar claims. Want ook bij claims en
bij iedere vorm van Europees levensmiddelenrecht, als we het namelijk hebben over die beoordeling van wetenschappelijk bewijs, hebben we het over de Europese Voedselveiligheidsautoriteit. Zij verzamelen geen bewijs, maar zij kijken kritisch naar het bewijs dat door bijvoorbeeld een industriepartij verzameld is. Hoe werkt zo'n procedure dan? Nou, heel globaal verzamel je dus als industriepartner, als ondernemer die een claim wil maken of die een nieuw product op de markt wil brengen, verzamel je bewijs. Ofwel uit de literatuur of je laat een aantal studies zelf nog uitvoeren. Dat dien je in met een autorisatieverzoek bij de Europese Commissie of bij een lidstaatautoriteit. En de Europese Commissie vraagt vervolgens aan EFSA om dat wetenschappelijke bewijs te beoordelen. Dat is dus een belangrijk onderdeel van die autorisatieprocedure. Vervolgens is het oordeel van EFSA essentieel in de beslissing van de Europese Commissie om al dan niet een vergunning te verlenen, om al dan niet een autorisatie te verlenen. Uiteindelijk mogen zij ook politiek andere keuzes maken, maar meestal wordt de wetenschappelijke beoordeling gevolgd. Nu terug naar claims, waar ik het eigenlijk met u over wil hebben. In Europa, ik zei het al, worden voedings- en gezondheidsclaims gereguleerd via een specifieke wet, de Europese Voedings- en Gezondheidsclaimsverordening. Ook deze wet heeft specifieke doelen en bij deze wet gaat het met name om dus dat harmoniseren van wetgeving, het beschermen van consumenten tegen valse en misleidende claims, maar ook het verbod van medische claims op levensmiddelen. Waarom staat dat laatste puntje daar nou nog? Nou, als je zegt over een voedingsproduct, over een levensmiddel, dat het een ziekte kan genezen of zelfs een ziekte kan voorkomen, dan word je voor de wet direct gezien als medicijn. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Dan heb je weer te maken met hele andere wet en regelgeving. Dus medische claims mogen op voedingsproducten niet gemaakt worden. Maar je mag het wel hebben over gezondheid. Dus over het voorkomen van ziek worden door één risicofactor bijvoorbeeld aan te pakken. Of gezonde functies van je lijf te onderhouden. Die wetenschappelijke basis is ook hier bij claims essentieel. Voor je een claim goedgekeurd kunt krijgen, moet je bewijs hebben dat het ook echt zo werkt. Nou, die claims zijn dan ook alleen toegestaan nadat ze geëvalueerd zijn door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit en vervolgens goedgekeurd zijn door de Europese Commissie. EFSA neemt geen besluit, maar adviseert alleen. Hoe zit die wetenschappelijke basis dan in elkaar? Nou, daar zijn drie onderdelen heel belangrijk bij. Allereerst, je moet natuurlijk weten over welk ingrediënt je het hebt. Over welk onderdeel van jouw product gaat die claim. En daarvoor moet je heel goed weten wat bijvoorbeeld de verhouding van actieve stoffen in jouw product is. Je kunt niet zeggen dat een appel gezond is, maar je moet het hebben over bijvoorbeeld de vitamine C uit die appel. Ten tweede moet je het natuurlijk hebben over een gezondheidseffect. Zoals ik net al zei, je mag niks claimen op het effect van een ziekte, maar het moet echt gaan over het onderhouden van je lijf of het onderhouden van gezonde functies. Wat daarbij dan belangrijk is om na te denken over hoe kun je dat effect nou ook meetbaar maken. Niet alleen subjectief, voel ik me lekkerder, zit ik lekkerder in mijn vel? Nee, kunnen we echt meten op specifieke biomarkers, op specifieke punten, processen in ons lijf, dat iemand echt gezonder wordt? Als je bijvoorbeeld nadenkt over gasvorming in de darm, of dat een gezondheidseffect is, nou, daar moeten we toch even kritisch met z'n allen over nadenken. Is dat nou positief dat het meer wordt? En hoe meet je dat dan? Ga je dat zelf zitten durven of is dat toch een klein beetje te subjectief? Kun je daar gevalideerde vragenlijsten voor gebruiken? Kun je daar specifieke biomarkers voor gebruiken? En hoe kun je dat zo objectief mogelijk maken? En als laatste, het klinkt misschien heel simpel, maar je moet natuurlijk kunnen linken dat dat ene ingrediënt of dat ene voedingsmiddel ook daadwerkelijk dat gezondheidseffect veroorzaakt. Je moet een oorzakelijk verband of een causaal verband kunnen vaststellen. Als je dat niet kan, dan kun je natuurlijk afvragen of je claim of je voorgestelde claim wel op je product zou moeten willen zetten. En wat daarbij belangrijk is dat je dit aan kunt tonen in gezonde mensen. Dierstudies zijn interessant, maar niet genoeg voor bewijs.
Literatuurstudies zijn interessant, maar wederom niet genoeg voor bewijs. Er moeten twee losse interventiestudies gedaan zijn om aan te kunnen tonen dat dat ene ingrediënt daadwerkelijk dat effect, dat gezondheidseffect veroorzaakt. Intussen, de voedings- en gezondheidsclaimsverordening bestaat nu zo'n 15 jaar. Intussen hebben we circa 300 goedgekeurde claims. Maar als ik u vertel dat er meer dan 44.000 waren ingediend, dan vraagt u zich misschien direct wel af, wat is er dan met de rest gebeurd? Nou, er is natuurlijk wat geclusterd op taal, maar van de meer dan 5500 ingediende claims zijn er dus heel wat afgewezen. Hoe komt dat nou? Nou, er bleek nogal wat onbegrip te zijn of wat verschillende verwachtingen te zijn, dat is een betere formulering, tussen indieners en reviewers, tussen mensen die uiteindelijk dat bewijs gingen beoordelen. Maar ook de kwaliteit van de dossiers varieerde ontzettend. Als we het hebben over wetenschappelijk bewijs, en ik laat u hier op deze sheet een plaatje zien van Koreaanse ginseng, en daarbij vertel ik u dat daar twee dossiers voor ingediend zijn, dan bent u vast benieuwd naar wat voor bewijs daar dan onder ligt. Nou, het heeft een reden dat ik Koreaanse ginseng hier eruit pak. Want in dit geval werden er helemaal geen studies aangedragen, maar slechts gerefereerd naar enkele Bijbelverzen. Dus je kunt zich voorstellen, de kwaliteit van de dossiers was niet altijd heel wetenschappelijk optimaal. Maar als je dan zo'n goedgekeurde claim hebt, dan kun je hem natuurlijk gebruiken. De goedgekeurde claims zijn vaak heel technisch verwoord en u ziet daarvan een voorbeeld hier op de sheet. Cacaoflavanolen helpen de elasticiteit van bloedvaten te behouden, wat bijdraagt aan een normale doorbloeding. Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik dat nou heel aantrekkelijk vind op de voorkant van een verpakking en daarom juist dat product meepak. Gelukkig mag je zo'n claim wel iets anders verwoorden. Zolang maar duidelijk blijft voor de consument wat het eigenlijk betekent. En dat het min of meer hetzelfde betekent als die goedgekeurde claim. Dus als er staat dat het bijdraagt aan de normale functie van spieren, dan mag je niet zeggen dat de spierfunctie verbetert. Want het gaat over normaal en over behoud. Dus wees wel voorzichtig met hoe je die formulering dan aanpast. Beloof niet meer dan je waar kan maken. Het interessante is dat je zo'n goedgekeurde claim ook kunt inzetten om een wat generiekere term op je verpakking te zetten. En dat noemen we de artikel 10.3 claims. Het gaat over algemene welzijn of algemene gezondheid. Het is goed voor je. Daar moet dan een sterretje bij staan om een goedgekeurde claim daarbij toe te lichten. Dat het bijvoorbeeld is gebaseerd op die claim over cacaoflavanolen. Maar ook daarbij moet je dus heel goed bekijken of dat case by case wel echt kan. En er stond nog een puntje bij, handhaving verschilt nogal tussen verschillende lidstaten. Dus in Denemarken zien we dat men heel streng is in de interpretatie van Europese wet en regelgeving. Maar in landen als Zuid-Europese landen, in landen als Italië, zien we dat daar nogal eens verschillend mee om wordt gegaan. Ook in Nederland wordt er niet altijd heel streng op gehandhaafd, omdat de handhavingscapaciteit niet altijd even groot is. En dan kun je je afvragen hoe groot het risico is van een valse claim. Het is natuurlijk misleidend, maar er gaan waarschijnlijk niet mensen aan dood als ze een product kopen wat niet zo'n fantastisch gezondheidseffect heeft als dat het beloofd had. Maar wat betekent het dan voor die consument? Nou, die consument, zo'n claim helpt een consument om echt verschillen te kunnen zien tussen claims. Het kan een uniek selling point zijn als op uw product nou net wel die claim staat en dat van uw competitie niet. Dat maakt het voor mij in die supermarkt misschien net wat makkelijker kiezen tussen die twee verschillende soorten. Het is een belangrijke bron van informatie. Maar het gebruik van zulke claims, we weten uit consumentenonderzoek dat dat nogal verschillend is tussen consumenten. Het is afhankelijk van je opleidingsniveau, van je interesse en ook je motivatie. En daarbij zien we dan bijvoorbeeld vaker dat jonge ouders die boodschappen doen voor hun hele gezin, of ouderen die al vaker bewust bezig zijn met gezond blijven, dat die juist letten op die claims. Dus je doelgroep, daar moet je je wel heel goed bewust van zijn. Kortom, wat wil ik jullie nou vandaag echt graag meegeven? Zo'n claim kan een ontzettende nuttige bron van informatie zijn.
Je toont de meerwaarde van een product aan en het is wetenschappelijk onderbouwd. Bij innovatie kan het dus ook een ontzettend mooie manier zijn om te vertellen hoe jij je product hebt verbeterd. Of wat er allemaal in jouw product zit en wat je eruit wil lichten. Om je product nog beter te positioneren. Maar je kunt daarvoor ook goedgekeurde claims gebruiken. Je hoeft niet altijd het onderzoek helemaal zelf uit te voeren, maar wellicht staat er al een goedgekeurde claim op de lijst die je kan toepassen. Uiteindelijk wil ik je vooral meegeven dat het belangrijk is om in die productontwikkeling en in de vermarkting van je eigen product altijd rekening te houden met het juridische kader. Hou er rekening mee dat medische claims op voeding niet mogen, maar dat je juist optimaal gebruik kunt maken van gezondheidsclaims of van voedingsclaims. Bedankt voor jullie aandacht. Ik denk dat dat een fantastische college was over, als het gaat over voedingsclaims. Ali de Boer wordt veel en vaak uitgenodigd, uiteraard in de hele wetenschappelijke domein. Maar Ali de Boer blijkt in de praktijk ook heel erg handig, laat ik het dan maar zomaar zeggen, als je met vraagstukken rondom claims zit. Het is niet zozeer een overhoring als wel toch een gerelateerd verhaal. De volgende poll gaat over claims. Het is niet een overhoring, ik zei het al, maar ik denk wel dat het interessant is om te weten hoe wij samen, jullie achter het scherm, ik hier op de Brightlands Campus in het zonnetje, met weinig mensen om me heen, maar wetende dat jullie allemaal aan mijn zijde staan, maar dan thuis, al dan niet in joggingbroek of op een andere manier. Ik sta in ieder geval op hoge hakken en eigenlijk verwacht ik dat iedereen goed erbij zit achter het scherm, ik weet het niet. De claimvraag is als volgt. Kun je zeggen dat een claim, schat je in, denk je, weet je, ben je het ermee eens, ben je het ermee oneens, heb je er twijfels over? Hoe ga je om met het onderwerp claim? Op de campus, ik ervaar dat er vraag naar is naar deze thematiek. Vooral de juridische kant, ook de Europese kant, maakt dat, dat is geen kennis die je als vanzelf als ondernemer zomaar paraat hebt. En ik denk dat met de hulp die Ali eigenlijk als het ware aanbiedt, de laagdrempeligheid die ze aanbiedt, dat we daarmee die claims kant wat beter in ons leven kunnen onderbrengen. Het wordt iets van onszelf, de claimcultuur, maar dan anders bedoeld. Wij gaan door met het volgende programmaonderdeel. We hebben nu een college achter de rug. We krijgen nu een presentatie. En die presentatie die gaat gegeven worden door Jochem Bossenbroek. En Jochem die is eigenlijk van de kunstmatige intelligentie. Recipes are widely used to inspire people in making food choices. Vertify enables you to empower your customers in reaching health and performance goals with personalized recipes. The innovative Vertify algorithms can adapt your recipes according to your customers' individual needs and preferences. Vertify adapts your recipes to fully match a customer's personal profile by swapping ingredients while maintaining nutritional value and taste. At the heart of our system are personal profiles, which include information about guideline-based diets, allergies, taste preferences, and biomarkers of nutrition. Completely personalized. Easy. Aligning with health needs and personal goals. Visit our website to discover the benefits and possibilities. Vertify. Masters of Recipe Personalization. Goedendag, Jochem Bossenbroek, CEO van Vertify. En wat wij met Vertify, met kunstmatige intelligentie, willen doen, is om het zo makkelijk mogelijk te maken om gezond en duurzaam te eten. En dat doen we inderdaad door het uitvoeren van hele complexe zaken met behulp van kunstmatige intelligentie. Maar uiteindelijk is het doel om extreem gemak voor de consument te realiseren.
En dan eerst even over waarom we dat doen. Dat is voor ons echt de driver waarom we dit bedrijf gestart zijn. Een sociale missie uiteindelijk. En dat is één, om ervoor te zorgen dat de potentie van voeding en gezondheid volledig kan worden gerealiseerd. Dus we kunnen een groot aantal vroegtijdige doden per jaar voorkomen. Alleen al door mensen te laten overschakelen op een gezonder dieet. En dat is een factor, een multiple op de cijfers die je ziet vanuit COVID. Dus dat gaat over een grote hoeveelheid. En daarnaast is het zo dat wanneer je mensen kan begeleiden naar een meer gezond dieet, dat automatisch vaak betekent dat dat ook een duurzamer dieet is. Dus gezondheid en duurzaamheid staan bij ons echt voorop. Wat wij implementeren is een systeem om het voor de consument zo makkelijk mogelijk te maken. Want eigenlijk zijn voedingskeuzes heel ingewikkeld. Het gaat erom vaak dat je nadenkt over wat ga ik eten, wat wordt mijn ontbijt, wat is de lunch, etc. Maar als je de ideale beslissing wilt nemen voor jezelf, dan hou je eigenlijk rekening met wat is mijn stemming, waar ben ik, wat is mijn budget, maar ook wat is mijn gezondheidssituatie of volg ik een bepaald leefstijlpatroon, wil ik plant-based eten of glutenvrij. En dat is natuurlijk ontzettend veel informatie om steeds rekening mee te houden en dat ga je niet doen bij elke eetbeslissing. En daarom is het ook heel moeilijk om eetveranderingen door te voeren. Dus wat wij realiseren met Verify is dat wij al die gegevens op één centrale plek kunnen opslaan en daarmee die complexiteit uit de handen nemen van de consument en toepassen om consumenten gemakkelijk de goede keuze te laten maken. Dus daarmee kunnen we een impact maken op het gebied van gezondheid en duurzaamheid, omdat je meer controle krijgt over de eetbeslissingen die een persoon maakt. En tegelijkertijd heeft dat veel impact in de keten, omdat we kunnen sturen ook waar boodschappen worden gedaan en waar uiteindelijk die producten vandaan komen. En dat is ontzettend belangrijk, want op het moment dat je kennis hebt van een bepaald voedingsmiddel, van een bepaald product, kun je er ook voor zorgen dat dat product bij de juiste consument terechtkomt. Dus als we het hebben over inhoudstoffen, is dat waar het uiteindelijk om draait. En wat we kunnen realiseren met behulp van kunstmatige intelligentie. Dus door dat toepassing van die intelligentie kunnen we een link leggen tussen heel specifieke consumentbehoeften aan de ene kant en de mogelijkheden die er zijn aan de andere kant van de telers, van de boeren, om die specifieke producten te produceren. En de vraag is natuurlijk, hoe zorgen we ervoor dat het juiste product bij de juiste consument terechtkomt? Nou, dat kan heel mooi met deze technologie. Die zorgt ervoor, wij weten ontzettend goed wat de specifieke behoeften zijn van een specifieke persoon en kunnen dat matchen aan de inhoudstoffen als die bekend zijn van bepaalde producten, zodat het zin heeft om een aardbei in de markt te zetten met een hoger vitamine C niveau dan de standaard aardbei. Of een champignon die een hoger vitamine D gehalte heeft. Als je weet welke consument daar vraag naar heeft of echt baat bij heeft, weet je ook hoe je een verdienmodel kan neerzetten om die consument goed te bereiken en te zorgen dat je een gezond bedrijf kan opstarten. Dan even kort over wat dat voedingspaspoort eigenlijk inhoudt. Wij noemen dat het Verify ID. Daarin wordt opgeslagen welke informatie voor jou belangrijk is. Wat zijn jouw behoeften, wat zijn jouw voorkeuren? Ik ga er niet op inzoomen, dit kan je ook wel terugzien op onze website. Maar we kunnen een compleet beeld genereren van waar een consument behoefte aan heeft. En dat is de voedingsbodem voor het personaliseren van recepten. Samen met het bedrijf Gensai, wat hier ook in Venlo op de Buitenlands Campus aanwezig is, ontwikkelen wij software-specifieke algoritmes om elk recept aan te kunnen passen aan elk persoonsprofiel. Bijna elk recept moet ik zeggen. Dat gebeurt door het uitwisselen van specifieke ingrediënten door andere ingrediënten die wel passen. Corrigerend voor voedingswaarde, smaak, textuur, etc. Dat het recept wel lekker en leuk blijft. Maar tegelijkertijd beschikbaar komt voor mensen die er anders niet gebruik van konden maken. En wat we daarmee kunnen doen is wel erg aantrekkelijk, ook voor de producent van bepaalde producten en groenten bijvoorbeeld, is dat we recepten kunnen tailoren op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van smaak, op het gebied van gezondheid. En dan specifiek die producten in een recept introduceren die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn voor een specifieke consument. En dan zijn er natuurlijk veel groepen van consumenten. Iedereen heeft weer andere behoeften en met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen we ook gaan leren wie waar behoefte aan heeft en welke producten in de toekomst eventueel ontwikkeld zouden moeten worden, zodat je ook die specifieke consument kan bereiken die nu nog niet bediend wordt met bepaalde producten. De manier waarop we dit implementeren is dat we de software enerzijds leveren
aan partijen in de voedingsindustrie. Het gaat om supermarkten, producenten. En anderzijds lanceren we ons eigen receptenplatform. Dat noemen wij Swap Meals. Die recepten, daar wordt automatisch in geswapt. Ingrediënten worden uitgewisseld om ervoor te zorgen dat een recept helemaal tailor-made is. En hier is een unieke kans voor die producenten van specifieke producten die een bepaald aspect hebben wat van toegevoegde waarde is, om die producten bij juist die consument terecht te laten komen die daar behoefte aan is. Dus als het gaat over samenwerkingen zijn we daar natuurlijk ook in geïnteresseerd om in contact te komen met dat soort partijen die vragen hebben, die mogelijkheden hebben. We doen dit met een fantastisch team, een combinatie van AI, diëtetiek, voeding en gezondheid. En daarmee, met die combinatie, kunnen we ervoor zorgen dat de standaarden uit de medische industrie daadwerkelijk kunnen worden geïmplementeerd in de voedingsindustrie. En dat is wat ik jullie graag wilde laten zien. Bedankt voor de aandacht en kijk uit naar de vragensessie. Ja, Jochem, dank. Ik denk dat ik jouw gedroomde consument ben. Ik vind het fantastisch wat je doet. Ik ben zelf uitermate lui als het gaat om het zoeken naar eten. Ik wil gewoon gemak en ik wil gezondheid. Dus ja, ik ben jouw lievelingsconsument, denk ik. Maar voordat ik verder ga over mijn gemakzucht, hebben we eerst een poll. Want en die poll gaat over de consument. Ik heb even mijzelf als consument gepositioneerd, maar eigenlijk gaat het over het grotere geheel. En ik denk dat ik deze poll nu ga openen, want dat vergt wel wat leeswerk. De consument. Vanaf welke fase in de innovatieketen, die staat eronder. Dat is al een kleine studie waard om die even te doorgronden. Maar goed, je hebt de tijd. Van welke fase in de keten zou je eigenlijk de consument moeten activeren? Het is een vraag die op zichzelf een hele middag webinar waard is. En ik denk dat Jochem daar ook heel veel ook nog over zou kunnen zeggen. Hè? De consument. Vroeger werd wel eens gezegd, hij bestaat niet, maar tegenwoordig stappen we daar overheen. De consument hebben we in deze stelling wel even als een persoon genoemd. Ik geef jullie even een kleine denkpauze. De denkpauze was nuttig. De poll gaat als een tierenlier, dus ik denk dat het goed is dat we richting de afsluiting van de poll gaan. We komen nu in een programmaonderdeel waarin ik al een aantal keren heb aangekondigd. Ik heb dat ook tussendoor even kunnen bekijken, hoe het met jullie vragenlust is, het verlangen om te delen, het verlangen om vragen te stellen, het verlangen om te commentariëren. Alles wat je maar wilde op de chatbox van ons. En er is een keuze gemaakt die wordt voorgelegd. En die keuze die ga ik dan bespreken met Jochem en met Marcel. Die zijn beide weer in ons leven, in ieder geval in mijn leven. Jochem die hebben we net gezien, uiteraard Marcel nog niet zo heel lang geleden. En de chatvraag die komt op beeld. Daar is die. Het is een vraag die eigenlijk een verbinding is tussen de presentatie die Jan, of het interview met Jan Klerken, het biometrisch paspoort. Overigens noemde Jochem net ook al het woord paspoort. En de vraag is: is een biometrisch paspoort van aardbeien? Dat kan ik het niet meer lezen. Oh ja, is er een biometrisch paspoort van aardbeien? Nou ja, ik denk dat het logisch is dat Marcel hem beantwoordt. Ja. Ik denk niet dat het niet is. Ik spreek Jan Klerken natuurlijk ook wel eens af en toe en ik ken zijn verhaal. Dus wat dat betreft, die prikkel die was er wel. Jan heeft in ieder geval het voortouw genomen, heeft niet gewacht op collega's in de sector en heeft het zelf gedaan. Wij zijn zover nog niet. Wat je wel, als je erin zit verdiept, dan hoor je wel dat ook een aardbei wel meer dan 200 verschillende inhoudstoffen heeft. En dan zeggen we eigenlijk, we zullen eens eerst laag beginnen. We zullen eens laagdrempelig beginnen, wat ik straks al zei. Suikergehalte, smaak, dat triggert consumenten om te kopen. Vitamine C gaat al een stap verder. Dan heb je het over inhoudstoffen die gezondheid, met gezondheid gecorreleerd zijn.
Dus het is er niet. Ik denk dat het ook nog wel even zal duren, omdat wat dat betreft het lastig is en een stap te ver op dit moment om die sector zo ver te bewegen om daar op in te springen. Maar gezien het succes bij de champignons is het wel iets wat me verder aan het nadenken zet en wat ik in de sector zeker mee zal nemen. Oké, dankjewel. Dat brengt ons naar de volgende vraag. En de volgende vraag die komt zo direct op scherm. En die vraag is voor Jochem, zie ik. Dat is allemaal al bepaald, Jochem. Hoe maakt Verify de koppeling naar beschikbaarheid van ingrediënten? Immers, als het programma me adviseert wat te doen, moet ik het ook kunnen kopen. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Vertel. Ja, dat is heel erg correct. Dus er zijn twee uitdagingen. Enerzijds de consument bewust maken dat er überhaupt een dergelijk product bestaat. En ten tweede de consument de mogelijkheid te geven om dat product in huis te halen, om daadwerkelijk iets lekkers mee te gaan koken. Wat wij met Verify doen is vooral gericht op het bewustzijn. Dus wij kunnen ervoor zorgen dat de recepten die jij ziet, die aardbei bevat, of dat product bevat wat voor jou van toegevoegde waarde is. En wat we vervolgens implementeren zijn twee zaken. Enerzijds is dat de software wordt gebruikt door andere retailers. Als een retailer merkt dat er veel vraag is naar een product, is het natuurlijk erg aantrekkelijk om dat in het assortiment op te gaan nemen. Dat is één. Ten tweede implementeren we ons eigen receptenplatform, genoemd Swapmeals. Daarin maken wij ook de koppeling met de partijen die daadwerkelijk een product kunnen leveren. Dus dat kunnen supermarkten zijn, maar het kunnen ook lokale winkeltjes zijn die dat kunnen leveren. En we zorgen ervoor dat wij in de combinatie met jouw locatiedata plus de behoefte aan een product, jij ook de weg kunt vinden naar dat product en het in huis kunt halen. Oké, dank. Ik heb zelf nog een kleine vraag. Dat wijkt een beetje af van het format. Moet een consument zichzelf kennen? Of is het gewoon neutraal? Moet je weten hoe je in elkaar... Moet je een paspoort hebben waar je het over had? Ja, we hebben het inderdaad over een voedingspaspoort wat je zelf kan aanmaken. En dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. In een paar minuten tijd begeleiden we je door middel van een aantal vragen in het opstellen van zo'n voedingspaspoort. En dan is het er erg van afhankelijk van wat jouw situatie is. Voor een algemeen gezond persoon is dat zo gedaan. Voor iemand die een specifiek dieet moet volgen in relatie tot een medische achtergrond, bijvoorbeeld een cardiovasculaire ziekte, ligt het eraan of diegene al advies heeft gehad van een diëtist of een medisch specialist over het voedingspatroon. En anders zorgen we ervoor dat wij online via een decision support tool ervoor zorgen dat iemand ook de juiste keuzes kan gaan maken. Dus er is geen voorkennis voor nodig. Oké, dank. Helder. Dit is een wat langere vraag en deze vraag die lijkt mij voor de hand liggend voor Marcel. Helder is dat eigenlijk in zijn algemeenheid laagdrempelig is weer de stoffen die de smaak beïnvloeden. Die zijn cruciaal. Want groenten en fruit zijn per definitie gezond. Dus als we mensen kunnen triggeren, kunnen overtuigen, eet meer groenten en fruit, dan gaat de gezondheid vanzelf omhoog. Dus in die zin stoffen die de smaak beïnvloeden, dat wordt toch suikergehalte. En dat is eigenlijk iets, dat zijn een aantal stofjes die, wij noemen het assimilaten, zeg maar de energie die in een plant komt, met name door zonlicht of kunstlicht. In ieder geval energie wordt via dat blad in de plant opgenomen en dat geeft uiteindelijk de mineralen in de plant, de energie in dat blad wat die smaak geeft. Als we die kunnen verhogen, en dat kunnen we met de high-tech, met de techniek in Nederland heel goed, doordat wij veel beter kunnen sturen. We zijn niet afhankelijk of minder afhankelijk van de buitenomstandigheden. Dus ik denk dat we het vooral heel laagdrempelig moeten zoeken in het verhogen van de smaak. En dat zijn wel heel veel teeltmaatregelen. Zorg dat die plant zich lekker voelt, dat die gezond is en dat die niet overbelast raakt. Want dan gaat het ten koste van de smaak van je product. Ja. Dank, helder. In het voorgesprek hebben wij daar ook wel over gehad dat het ook eigenlijk ook een commercieel belang heeft. Hè? Door die smaak te verhogen maak je ook de marktpositie van de Nederlandse kweker in dit geval sterker. Hierna, terwijl wij aan het praten zijn, zien jullie in beeld een vrij lange vraag die ik ook voor het eerst zie en die de sprekers ook voor het eerst zien. Dus ik moet even improviseren. De heren van het panel die het eerst hebben gelezen en daar ook al een adequaat onderwerp over hebben, stel ik voor, neem de vloer. Ja, ik denk dat ik wil er misschien wel aftrappen, Jochem blimt hem wellicht over. Wat je in ieder geval ziet is dat, dat we moeten het laagdrempelig zoeken. Hè. Die primaire producenten die kunnen door hele simpele dingen, kunnen we in ieder geval betere smaken realiseren.
En we verliezen het in het winkelschap op smaak vaak. Want de onnatuurlijke manier, de snoepjes, alles wat met suikers lekker gemaakt wordt. Het verhaal van onze, ook onze pionier Robbaan, die geeft aan, jongens, we moeten zorgen dat onze natuurlijke stoffen, onze natuurlijke voedingsmiddelen, dat die lekkerder worden. En dan gaan we de kunstlekkerstoffen wel verslaan. En dat is denk ik een belangrijke. We moeten niet te ingewikkeld maken en het hoeft ook niet te duur te zijn. Maar vooral aan de kant van veredeling kunnen we nog heel veel stappen maken. Maar ook met teeltechniek, dat is in ieder geval zoals wij als primaire producent het zien, kunnen we gewoon stoffen maken, kunnen we gewoon onze groenten en fruit lekkerder maken. En dat is denk ik wat mijn kant betreft al een voorzet op antwoord op deze vraag. Ja, dat is het is wel een collectieve opdracht eigenlijk. Hè? Het is van ons allemaal. Ja, in die zin. Jij noemt nu rol. Van oudsher is die land- en tuinbouw wereldwijd is die vooral kilo's gedreven, zeg maar. Nou ja, we kennen het verhaal van de wasbomen, de kiloknallers. In het vlees is het vaak niet anders. En we moeten naar kwaliteit. En kwaliteit is vooral het verhogen van de interne kwaliteit, wat die consument op zijn bord ervaart. Niet geen waterig vlees, geen smakeloze groenten, geen smakeloze aardbeien in mijn geval. Dus als we dat beter kunnen garanderen, dan denk ik dat die volumes, dat die verkoop vanzelf omhoog gaat. Heel goed. Jochem. Yes. Ja, die markt is op dit moment inderdaad zeer sterk kostprijs gedreven. En de uitdaging is denk ik om het vraaggedreven te creëren. Om het voorbeeld te geven van Japan, daar wordt rustig een paar duizend euro neergeteld voor een bepaalde meloen. Dan ga ik niet zeggen dat we dat ook voor aardbeien moeten gaan betalen of voor andere producten. Maar alleen al een 50 tot 100% verhoging van een product wat normaal 1 euro is. Leidt natuurlijk voor een heel aantrekkelijke markt voor iemand die specialty producten kan ontwikkelen en op de markt kan gaan zetten. En als jij precies weet welke consument behoefte heeft aan een dergelijk product, dan is dat waarschijnlijk ook wel een consument die bereid is om daar meer voor te betalen. Dus dan kan je daadwerkelijk een marktshift gaan creëren. Dus die kennis van die inhoudstof is daarin essentieel. Heel goed. De laatste vraag. Ik veronderstel de laatste vraag. Er waren veel meer vragen, maar de laatste vraag. De vraag is, om te komen tot goede gepersonaliseerde recepten is kennis van inhoudstof een voorwaarde. Hoe diepgaand moet die kennis zijn? Ik vind dat ook wel de rode draad door de hele middag, dus het is goed dat dat een laatste vraag is. En het is goed dat de deskundigen daar kort en bondig op antwoorden. Jochem. Als ik kort en bondig moet antwoorden, dan zeg ik van hoe meer precisie, hoe meer kennis er beschikbaar is over specifieke inhoudstoffen en ingrediënten, hoe beter personalisatie mogelijk is. Als je werkt met weinig informatie, is de level van accuracy, van de precisie die je toepast in de personalisatie natuurlijk, er zit een grote bandbreedte in. Dus hoe meer we weten, hoe beter we dat kunnen afstemmen. Dus als het gaat over een darmflora-test die je uit moet voeren en op basis daarvan voeding aan moet bevelen, dan moeten wij ontzettend goed weten wat er in die voeding zit, om te zorgen dat je ook daar een gezondheidseffect mee kan gaan sturen. Maar hier kan ik een uur over praten, dat zal ik niet doen. Ik laat het hierbij. Marcel, wil jij er iets aan toevoegen? Misschien nog wat aanvullend. Wij als primaire producenten houden graag van die 20-80 regelen. We hebben met natuurproducten te maken die variëren in inhoudstoffen, die niet altijd hetzelfde zijn. Het komt niet uit de fabriek, zeg ik dat wel eens vaker. Dus wij moeten vooral proberen met 20% van onze inspanningen 80% van het resultaat proberen te bereiken. En als we dat al eens zijn, dan blijf ik dus toch dat die kennis op lange termijn wel diepgaande. Zeker als je naar die voeding gaat gericht op het individu. Maar we hebben nog te maken met dat de consument heel veel voeding en ook groenten en fruit bij de retail koopt. En dat die retail niet 7 verschillende soorten aardbeien naast elkaar gaat leggen met 7 verschillende inhoudstoffen. Dus we moeten het laagdrempelig houden en moeten zorgen dat de totale basis, de totale level omhoog gaat. En dan gaan we een grote slag in die gezondheidsvoordelen halen. Ja, want feitelijk kan je niet van de kelder naar de zolder springen. Je moet dat pad door. Fine-tunen komt later. Heel goed. Ik denk dat het klaar is met vragen, tenzij er nog ruimte is. Maar ik denk het niet. Er wordt disciplinerend naar mij gekeken. We zijn toe. Ik wil jullie bedanken, Jochem en Marcel, voor jullie bijdrage, voor het delen van de kennis, voor je openheid, maar ook voor je enthousiasme en eigenlijk ook voor de uitnodiging. Denk met ons mee, werk met ons mee en maak de consument uiteindelijk gezonder. Want het sociale hebben jullie allebei in je. En op de Brightlands richten wij ons ook vol op de consument, zodat hij vitaal oud kan worden. En dat helpt dan wel als je wat kunstmatige intelligentie op die consument loslaat. In ieder geval bij mij. Dank en tot de volgende keer.
MyFood is een start-up bedrijf. We zijn vorig jaar gestart met als doel de weerstand van de consument te verhogen richting de verschillende welvaartsziektes. Het meest mooie zou zijn als elke Nederlander elke dag 350 gram groenten en fruit binnen zou krijgen. De statistieken wijzen uit dat we daar eigenlijk ver onder zitten en dat gemiddeld 5% van de Nederlanders voldoende groenten en fruit eet. Gooi je bord is vol met groenten en eet daarnaast nog eens een keer 3 stuks fruit. Dan kom je dat net niet. Voor de consument maken wij smoothies. We hebben op dit moment 7 soorten smoothies. En we hebben 2 producten in korrelvorm. Die kan je zo in de auto eten. Die zou je desnoods bijvoorbeeld bij een tankstation kunnen kopen. En als een snoepje 100 gram per dag eten. Doen we heel veel R&D. Dus we willen continu weten of de bioactieve stoffen die die gezonde werking hebben, of die erin zitten. Nou, daar hebben we de samenwerking voor nodig, onder andere met het lab wat je hier achter mij ziet. Die onderzoeken hoeveel bioactieve stoffen erin zitten in het oorspronkelijke product. Maar ook als ik geprocessed heb, ik heb een consumentenproduct, zit het er dan nog steeds in. Zij kunnen dan laten zien, kijk, hey, het zit erin, het is gezond. Maar dan zei ik, oké, ik heb een gezond productje, maar wordt dat wel opgenomen door het lichaam? Want daarvoor hebben we hier op de campus een maag-darmsimulator staan, die op dunne darmniveau, op maagniveau en op dikke darmniveau kan laten zien hoeveel van dat stofje opgenomen wordt in het lichaam. In die computer stellen we dat in. Ja. Tot nu toe zien wij dat de stofjes in de producten zitten, hè? Dus zowel in het oorspronkelijk uitgangsmateriaal, maar ook in het geprocessed product. Wij gaan nu een interventieonderzoek doen in Maastricht met 200 consumenten om 3 jaar lang deze testen te draaien en te kijken wat is het effect daarvan op het lichaam. Uiteindelijk doel is dat wij met z'n allen gezonder worden. Dus dat we eigenlijk van een ziektemaatschappij waar we nou aan leveren, je bent ziek, je neemt een pil, overgaan naar een maatschappij waar je preventief je gezondheid, je weerstand tegen een aantal ziektes verhoogt. Mooi, dank. Dit was MyFood. Sommige mensen denken dat het MeFood is, maar het is toch echt MyFood. En rechts van mij staat Raymond Nolet, hij is van MyFood. En links van mij staat Patrick Lemmens en hij is van Arvalis. Ik denk dat ik ze graag even de gelegenheid wil geven om zich zo direct kort voor te stellen. En ik denk dat het dan goed is wat hen beweegt om hier aanwezig te zijn. En met deze twee heren, die ik toch wel erg als experts beschouw en de buitenwereld doet dat eveneens, wil ik eens door de pol vragen gaan lopen. Althans, niet door de vragen, maar meer door de antwoorden. Ik wil eerst even het woord geven aan Raymond. We hebben het filmpje net gezien. Dat heb je je eigen moeten maken. Maar ik denk dat het handig is als je nog wat gaat vertellen aan onze community van vanmiddag. Wat het allemaal behelst, waarom je het doet en waarom je het eigenlijk doet. Saskia, dank je. Mijn naam is Raymond Nolet. Hou mij voornamelijk bezig met gezonde voeding. En dan gezonde voeding vanuit groente en fruit. Daar richten we ons volledig op. Waarom doen we dit? Eigenlijk vanuit een onderliggende passie die ik heb. En ik heb een aantal mede-ondernemers gevonden die diezelfde passie hebben. Waarvan we zeggen, in groente en fruit zitten heel veel gezonde stofjes. Bioactieve stoffen noemen we dat. En die zouden een aantal ziektes, humane ziektes, kunnen voorkomen. Daarvan hebben wij gezegd, van als wij daar nou eens op doorontwikkelen, als wij daar nou eens onderzoek naar doen en vervolgens gaan kijken, kunnen wij in een humane voedinterventietest kijken of dat ook wetenschappelijk onderbouwd kan worden, dat dit ook daadwerkelijk helpt. Nou, dat is eigenlijk mijn passie, dat is mijn baan, het is ons bedrijf en daar zijn we eigenlijk dagelijks mee bezig. Nou, het bedrijf hebben jullie net even in het voorfilmpje gezien. Ja, helder. Op de campus hier ben je ook altijd met deze zaak bezig. En ik denk dat wij de 70 bedrijven die hier op de campus acteren, de 700 medewerkers die hier in normale tijden, en dat is dus niet corona, aanwezig zijn, dat die op de een of andere manier wel al een zekere confrontatie met jou op dit vlak hebben gehad. Wat goed is. Ja. Patrick, kan jij wat over jezelf vertellen en waarom jij hier bent en wat je drijfveer is en waar je heen wil? Nou, mijn drijfveer, dat is denk ik al na een 20, 25 jaar duurzaamheid. En dat vertaal ik naar mijn baan als projectleider duurzaamheid, energie en biogrondstoffen bij Arvalis. En eigenlijk de kern van mijn rol en de kern van mijn taak is het verbinden van ketens in de schakel, of schakels in de keten, met elkaar. Om zo samenwerking met elkaar ook te stimuleren. En juist op dit vlak en op dit onderwerp, iedereen zoekt
naar nieuwe toepassingen voor reststromen, voor biomassa, voor groente en fruit. Maar aan de andere kant zoekt ook iedereen naar nieuwe grondstoffen voor zijn of haar product. Een gezond product, dat willen we natuurlijk allemaal. En de grote uitdaging is dan vaak om niet alleen tot ideeën te komen, maar dat ook samen proberen te realiseren. Goed. Patrick, als ik even terugkijk op de middag, hebben wij eigenlijk met, daar was je bij, hè, daar hebben we eigenlijk aan alle partijen gevraagd, wie heb je nodig, heb je hulp nodig, zoek je iemand? Feitelijk breng jij bij partijen wat ze zoeken, hè? Dus ze hebben een zoektocht en je brengt ze op de plek waar hun zoektocht mogelijkerwijs naartoe gaat. Ja. Heb jij een concreet voorbeeld, passend in de entourage, in het onderwerp van vanmiddag, waar je zegt van ja, dat vind ik nou typisch iets, dat heb ik vandaar, ik ontdekt het of men ontdekt het en ik heb het verder gebracht. Heb je een concreet voorbeeld? Jazeker, concrete voorbeelden die hebben we genoeg. We hebben vanuit meerdere projecten hebben we ondernemers dus aan de voorkant verbonden. En een voorbeeld daarvan is wel het project Food from Food. Dat hebben we samen met een heleboel partners opgezet en ontwikkeld. En binnen dat project hebben we gewoon telers uit de regio, bijvoorbeeld een rabarberteler met een leuk idee, verbonden met een eindconsument. En daar is uiteindelijk een schitterend rabarberproduct uit voortgekomen. En dat soort zaken, dat doen wij. Ja. Nou, loud en clear, behoorlijk praktisch. Dat is het uiteindelijk altijd. Je moet toch ergens toe komen. Men, de twee heren moeten aan het werk. Die moeten gaan reflecteren. Dat doen zij de hele dag, dus dat is niet een hele erg grote inspanning. En de reflectie die gaat over de pols. En ik ga doorklikken naar de pol. De eerste vraag was, doet u al mee? Dat was volgens mij een vraag die, die we ook hebben besproken. Hè? Hoe maximaal doe je mee? En als je dan naar de uitslagen kijkt, en ik hoop dat dat ook goed zichtbaar is voor iedereen, dan kun je vaststellen dat er gebrek aan specifieke kennis is, eigenlijk de business case ook niet onbelangrijk geld nog niet rond is en de markt moeilijk is. En dan loopt het langzaam af naar wat meer, minder specifieke uitschieters. Wil jij daar iets over zeggen, Patrick? Jazeker. Als ik naar deze resultaten kijk, dan valt mij eigenlijk al direct een vraag op. Namelijk, het is natuurlijk van belang wie het antwoord geeft. Ik wil me graag richten op u als ondernemer, dus daadwerkelijk de ondernemer die aan de slag wil met het thema gezonde inhoudstoffen. Nou, het resultaat laat zien dat heel veel van u aangeven, de business case is nog niet rond. Daarom ben ik nog niet maximaal aan de slag. En eigenlijk had ik dat antwoord wel een beetje gehoopt. Want als die business case nog niet rond is, dan bent u er wel dus mee bezig. En het is uiteindelijk een lang proces om van idee tot product te komen. En gedurende dat hele proces ben je eigenlijk gewoon daarmee actief. Ja. Moet je dan maximaal bezig zijn daarmee, continu? Nou, nee, dat bepaal je zelf. Hoe lang? Heel kort, even ingaand op de markt. Hè. Dat is specifiek geen markt. Dat is nogal duidelijk. Wat kan je daar uit je kennis die je hebt over zeggen? Is dat wel, wat betekent dat, geen markt? Geen markt wordt denk ik heel snel gebruikt, met alle respect, als excuus. Want die markt, ik durf te zeggen, hij is er wel. Hij komt nog steeds sterker en ik denk dat hij echt een stevige ontwikkeling is naar de toekomst toe. Als we toch de huidige ontwikkelingen zien, de trends en analyses, die gaan daadwerkelijk naar dat de consument gezonde voeding, inhoudstoffen, natuurlijk en vooral ook traceerbaar en misschien wel uit eigen regio wil. Goed, dus er is wel markt, maar we weten het even nog niet. En het is ook geen, het mag geen excuus meer zijn. Dat was het dan niet, maar het is nu nog eens een keer uitgesproken. De volgende vraag, die gaat, daar gaat Raymond op reflecteren. En dat gaat over het verwaarden van gezonde inhoudstoffen in voeding. En ook hier weer waren meerdere antwoorden mogelijk. En hier zie je veel meer spreiding ook in de antwoorden. Ik weet niet of je het al tot je hebt kunnen nemen, Raymond. Ook jij moet processen, veronderstelling. Maar zou je er toch al op kunnen reflecteren? Ja, ik zie het bij andere ondernemers zoeken om meer samen te werken. Daar zie ik een grote balk staan.
Ik herken dat wel. Ik hoor vaak van ondernemers die geven aan, ik wil hier wel mee aan de slag. Ik zie daar ook wel een meerwaarde. Ik wil dat ook wel verwaarden, maar moet ik dat alleen doen? Doe ik dat alleen? Doe ik dat alleen voor een hele sector? Moet ik het alleen voor mezelf doen? Kan ik al die kennis tot me brengen? Wat gaat me dat kosten? En uiteindelijk zie je dan toch dat veel ondernemers zeggen, laat ik die eerste stap maar eens niet zetten. Dus in dit stuk merk ik ook heel vaak, wat is daar belangrijk? Een goed netwerk. En een goed netwerk in de hele keten. Dus een kwalitatief, maar ook kwantitatief netwerk. Waarbij je zegt, van laten we daar gezamenlijk de schouders omzetten. Laten we daar gezamenlijk een project van maken. En laten we gezamenlijk streven naar de resultaten om dit te gaan verwaarden. Mag ik er een aanvullende vraag over stellen? Ik krijg heel vaak, in deze sector hebben we het over versnippering. Ik zelf noem het liever fijnmazigheid, maar at the end of the day kom je toch op hetzelfde neer. Hoe vind je je netwerk? Waar vind je hem? Hoe doe je dat dan? Als ik kijk naar de kwaliteit van het netwerk van veel ondernemers, dan is die met name horizontaal. Dus we kennen onze collega's in de schakels, maar we kennen de volgende schakels niet. Dat is eigenlijk wat je aangeeft, Saskia. En hoe kom ik nou bijvoorbeeld als, ik noem maar even een primaire ondernemer, bij een supermarkt terecht? En ik zie dat daar heel veel initiatieven zitten, maar ik zie dan ook dat, dat de insteek bij de supermarkt bijvoorbeeld de verkeerde is. En vervolgens men komt toch redelijk gefrustreerd dan weer terug. Dus een stukje goede voorbereiding is wat mij betreft heel erg belangrijk. Gebruik je volledige netwerk om te kijken, hoe is mijn eerste insteek bij een bedrijf? Wie moet ik hebben? Op welk niveau? En zorg dat je in ieder geval met beslissers om tafel zit. Dus je hebt gebruikers van de producten, je hebt beslissers. Dus zorg dat je in je eerste gesprek met beslissers om tafel zit om stappen te kunnen gaan zetten. Nou, en daar zie ik veel fouten gemaakt worden. Ja. Dank je, Raymond. Wij gaan zo direct door naar de volgende poll. We doen deze bijeenkomst niet voor niks. Het is de bedoeling dat wij elkaar ook in dat netwerk helpen. En ik denk om die reden is Sustainable Food Initiative ook opgericht. Om die reden zitten we ook in een field lab constructie hier op de campus. Dus in dat licht, je hoeft het niet alleen te doen, maar activeer jezelf wel om te zoeken naar dat netwerk. Daarover kunnen we het later nog wel eens een keertje hebben met elkaar, maar we gaan nu eerst even de claimvraag beantwoorden. De claimvraag die luidde, is het dienend, is het handig, is het nodig om een voedingsclaim te hebben? En deze vraag die gaat beantwoord worden door mijn buurman deze kant, die goed in de smoothie zit en heel goed de claims kant kent van ons leven. En Raymond zegt het is. Ja, ik ben hier erg verbaasd over de uitslag. Ik vind dat heel leuk om dit te zien. Als ik aan consumenten ook vraag van, vinden jullie dit belangrijk? Dat is eigenlijk de eerste opmerking die ik altijd krijg. Ik vind het heel belangrijk dat er iets op dat flesje staat, dat het gezond is, dat het mij iets brengt. Ik merk alleen verder in de discussie dat dan op een gegeven moment wat afzwakt. Dat men dan op een gegeven moment aangeeft, ja maar ik wil, een voedingsclaim is leuk. Het geeft me ook een stukje vertrouwen, maar eigenlijk wil ik weten wat doet dit voedingsmiddel met mij. Dus eigenlijk gaat men vrij snel af van ik wil het op het flesje hebben, tot van hoe kan ik nou tot een systeem komen dat ik kan zien dat het voor mij een meerwaarde heeft. Dus ik snap hem in eerste instantie dat als eerste reactie gegeven wordt. In een stukje verdieping is het vaak van het antwoord B wat ik tegen ga komen. Nou ben ik natuurlijk geen onderdeel van de discussie, maar ik denk juist door de presentatie die Ali heeft gehouden en de laagdrempeligheid die daar toch in zekere zin uitspreekt. Kijk, het is niet 1, 2, 3 geregeld, maar juist door aan te geven welke richtingen je kunt nemen in die claimcultuur, maar dan in de positieve zin, ben ik ook blij verrast dat er zo'n hoog aantal is. Maar ik zie ook wel dat daar dan wat aanknopingspunten in zitten. Patrick, heb jij de behoefte om hier ook nog op te reflecteren? Als dat mag, heel graag. Dat mag kort en bondig. Dat mag kort en bondig. Die voedingsclaims die zeggen wat mij betreft niet alles. En volgens mij denkt die consument daar ook zo over. Die voedingsclaim zegt veel, maar lang niet alles. Als hij, om een voorbeeld te noemen, als wij een product nuttiger consumeren, van elders op de wereld geïmporteerd, dan zit daar ook vaak een voedingsclaim op. En dan staat dat daar ook op. En toch zien we aan die consument dat hij vaak toch liever een product heeft
wat hij vertrouwt, wat van dichtbij komt. Dus het is een en-en verhaal, denk ik, absoluut. Oké, nou goed. Over claims kun je nog uren praten of zelfs 10 minuten. Desondanks gaan wij toch door naar de volgende polvraag. En de volgende polvraag die is gesteld en die ging over de consument. De consument is een intrigerend product in ons leven. We doen het voor de consument, we doen het allemaal voor de consument en tegelijkertijd zo'n moeilijk onderwerp als de consument. Ik denk, Patrick, zou jij willen reflecteren op deze uitslag? Jazeker, ik denk dat het een hele mooie uitslag is. Namelijk, hier zien we eigenlijk precies zoals het vaak in zijn werk gaat. Bij de ideefase, een beetje sparren met de consument, kijken welke kant het op kan. Vervolgens het idee gaan doorontwikkelen alleen of met anderen. Want ja, ontwikkelen doe je toch altijd samen. En vervolgens zet je stap voor stap naar een volgende fase in je ontwikkeling. Dus deze reactie en deze uitslag, die doet denk ik ja, heel erg recht aan hoe je de consument inderdaad moet betrekken vanaf het begin. Maar probeer hem ook betrokken te houden tot aan het eind. En dat staat hier precies. Ja, Raymond? Ik ben het hier eigenlijk wel helemaal mee eens. Met deze uitslag kan ik me helemaal vinden. Je kan hier natuurlijk een hele discussie over voeren. Wie is de consument? Dat gaan we dus niet doen. Wat ik wel wil zeggen, wat betrekt die consument zo snel mogelijk? Als je een innovatie hebt, zorg dan dat die bij een groep gaat aansluiten. Weet wat de behoefte van die groep is. En of je het nou de consument of de supermarkt noemt. Zorg dat je daarbij aansluit en zorg dat je USP's op orde hebt. En dat je dus dat zo snel mogelijk in kaart hebt. Dus begin in de eerste fase ermee. Helder. Dit waren de vragen, dit waren de poll-uitslagen. Ik denk, wellicht is er nog wat ruimte om te zeggen, ik wil nog ergens op terugkomen. Hè, we hebben het over de consument gehad. De consument kan ook een patiënt zijn. Hè? Jij hebt bijvoorbeeld ervaring met patiënten die eigenlijk ook consument zijn. Ja. Ga je dan ook conform de uitslag te werk? Ideefase enzovoort? Of gaat dat toch even anders? Nou, patiënten die zitten heel snel, die weten heel gericht wat ze willen. En patiënten die vragen eigenlijk om een oplossing. Ik zit niet direct in contact dat ik producten aan patiënten verkoop, maar ik ben wel in overleg met deze mensen. En iedereen weet natuurlijk, hè, iemand die ziek is heeft maar één vraag, hoe word ik zo snel mogelijk beter en wat kan jij mij leveren? Dus eigenlijk ga je heel snel daar samen de funnel in, van hoe kom ik tot een oplossing. En dus de 5 stappen van daarnet, die worden daar echt niet in doorlopen. Dank. Wil jij nog ergens op terugkomen? Iets wat je echt mee wil geven aan onze community van vanmiddag? Ja, heel veel mensen en heel veel bedrijven die hebben zelf vaak niet in de gaten dat ze zelf al aan het ontwikkelen en ondernemen zijn. Dat bleek ook uit het antwoord eigenlijk op de eerste vraag. Van goh, de business case is nog niet rond. Realiseer je dat je dan al bezig bent en ook al in die fase dat er ondersteuningsmogelijkheden zijn. Zowel financieel als inhoudelijk. En volgens mij staan we daar hier onder andere op de perfecte plek voor. Goed, dank. Ik wil jullie allebei hartelijk danken dat jullie de moeite hebben genomen om in zo'n korte tijd een reflectie toe te passen. Jullie hebben het hele webinar gevolgd. Jullie weten hoe het is verlopen. De polvragen geven heel goed weer, als ik zeg maar even dit polstukje mag samenvatten, heel goed weer wat eigenlijk ook de reflecties waren van degene die aan de andere kant van het scherm van mij zitten, hebben gemeend te leren. Dus ik, ook voor jullie geldt, net als voor de andere sprekers en inleiders, jullie zijn toegankelijk, beschikbaar. Op de nazorg die wij doen via de e-mail zijn jullie ook vindbaar. En ik zou jullie namens de groep luisteraars heel hartelijk willen bedanken. En ook heel erg willen uitnodigen om contact met jullie te zoeken. Want ik ken jullie allebei erg goed. En ik weet als geen ander dat jullie zeer van de afdeling Dare to Share zijn. Net als andere sprekers, maar jullie ook. Dus dank. Goed, we zijn bijna klaar. De koffie
de borrel, de wijn, het kan allemaal klaargezet worden, maar we zijn er nog niet. Ik zou jullie hartelijk willen bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik heb het ervaren alsof ik tegenover een heel groot publiek zat, zoals ik dat in normale tijden ook doe. Het maakt verschil, maar eigenlijk maakt het geen verschil. Er was contact, we hebben polls gehad, we hebben chats gehad, we hebben elkaar gevonden. Ik denk dat het heel goed overeenkomt met hoe wij het met z'n allen hebben willen doen. Ik heb dat al vaker en repeterend, omdat dat de kennis de moeder van de herhaling is, gezegd. Zoek ons op. Blijf ons opzoeken. Doe het morgen, doe het vandaag, doe het overmorgen. Doe het over een jaar. Doe het met alles wat je maar kan verzinnen. Zoek de relatie op. Als je bij SFI begint, dan heb je ook gelijk een relatie voor het leven. Dat zeg ik ook altijd op de Brightlands. Je weet niet wanneer het verder komt, maar je hebt elkaar wel nodig. Dus dat gezegd hebbend zou ik in ieder geval het hele team wat hier zich achter heeft geschaard om dit tot een succes te maken, heel erg willen bedanken. Ik wil heel erg graag SFI bedanken voor eigenlijk ook wel de gelegenheid die ze geeft. Hè. Het is niet alleen maar vragen, het is ook wel bieden. Dus daarvoor dankzeggend. En we blijven dit doen. Hè. Het is een ongoing business, Sustainable Food Initiative. Daar zit een enorme drive achter met grote bedrijven, kleine bedrijven, individuen, groepen. En op 25 maart aanstaande zullen wij het thema circulariteit in voedingsverpakkingen hebben. Nee, niet voedingsverpakkingen, voedselverpakkingen. 25 maart, voedselverpakkingen, circulariteit. Dat zijn de enige drie kernwoorden die je hoeft te onthouden. Dank. Ik heb nog een afsluitend plaatje. En ik denk dat we daarmee dit webinar graag willen afsluiten. Hartelijk dank.